Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door Media Raven en garage Eddie van Hontergen. Welkom bij Blue White Breakdown, een podcast over AGent gemaakt door Buffalo's voor Buffalo's. Ik ben Thibaut en ik zit hier opnieuw in Gent met Jentel, Cedric en een nieuwe special guest, Coutier. Dag. Hallo iedereen. Hallo. Hello. Goedemiddag. Coutier, uh, ik denk dat veel mensen u al kennen uh, binnen de agentwereld, binnen de Buffalo-wereld. Microman. Microman. <lacht> Microman, <lacht> dat, ja. Uh, Zo begonnen als een uh, lol. Als een lol, oké. Okay. Ik ja, ben de groep met wel maten uh, een beetje uit de hand gelopen. <laughs> dat jullie dat ook al beginnen te, uh, <laughs> beginnen te noemen. Het woord microman bedoelde. Yeah. Moet ik eerder capo zeggen? Nee, of, nee, nee. Nee, nee. Gewoon goetje is goed. Gewoon goetje is goed, ja. Um, maar ja, kijk. Veel mensen kennen nu, omdat je daar soms, alleen vaak, staat met de megafoon. Nu even niet, om bepaalde redenen. Maar um, vertel een keer, hoe is dat gegroeid? Uh, hoe is dat gekomen? Oeh. Dat is eigenlijk een heel groot verhaal, omdat dat eigenlijk begint bij het begin van de, van de groep, ja. van de Ultra's Gent. Um, maar om het heel kort samen te vatten, het ging heel slecht in een thuismatch tegen Genk, denk 1-4 voor Genk. Ja. Um, en toen dat 0-3 of zo stond, um, en we stonden in factuur 127 nog in de hoek beneden, dat was eigenlijk een beetje ja, om ons toch wat gelukkig te proberen maken, om onze plaats te geven samen, omdat we toen al de plaatsen allemaal van boven waren, alleen de staanplaatsen. Uh, waar we, we toch wel meer samenstaan en ja dat is dan 227 geworden redelijk wat beloftes niet allemaal gekregen en dan eigenlijk zaten we wel verdrongen in de hoek en iedereen was van ja moeten wij hier nu sfeer maken en, beloftes van, de, ploeg, uh, van uh, de club uit ja zo allee, we hebben de plaats samengekregen, maar dan stopt het dan ook een beetje ja. uh, maar het ding is gewoon dat niemand echt zin had op die moment uh, omdat ze, ja, het was echt een, zo stil als iets behalve onze hoek met zo'n dertigtal man uh, en die, die zei van, we ja, willen de megafoon uh, vandaag doen, want zo, we hebben die hier eigenlijk had hier in de Hoek. En uh, iemand zei gewoon van, ja, doe gij een keer. En dan is dat zo begonnen. En dat is eigenlijk niet meer stopt De week daarna en we in Oostende 0-4 gewonnen. Ik denk met Libombe en zo nog. Ja, inderdaad. Uh, ja, in 2018. En ja, sindsdien... Oké, okay, dus je doet het nu wat is het, vijf jaar of zo, ja. 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 Oké, okay, zoveel. Dus is het is ook niet dat dat zo... Uh, iets was dat je al van altijd wil doen of zo? Als je zo'n groep start of zo op de een of andere manier, heb je gewoon de ambitie om zo groot mogelijk te worden en zoveel mogelijk mensen daarin mee te trekken. En in het begin nooit van mijn leven dat ik dat had gezien dat ik zoiets zou doen. Maar nu allee, het kost het mij ook geen moeite of ik moet er ook niet over nadenken of het is gewoon vanuit mezelf. Dus. Het is zo wat automatisch groeit natuurlijk. Maar ben, ik ben blij gelijk dat het aan het groeien is is stond niet hoe dat het moet, maar ik ben blij dat het, gelijk dat het is. En die weg naar boven, gewoon rustig verder inzetten. Ja, oké. Okay. Uh, maar hoe oud waren we dan toen je dat je begonnen? Mee? Uh, veel te jong. Ja. Ik heb altijd al gezegd. Ja. ja, ik stel maar die vraag van dan moet Ja, ik wel... 19 dat is echt veel te jong eigenlijk. Dat is eigenlijk. Ja. Om, dat is ook gewoon. Dat staat eigenlijk ook garant voor de groei van, van de sfeer in Gent. Uh, dat is een beetje meegekomen dat ik eruit aan het worden ben. En je ziet de sfeer ook elk jaar wat beter worden, elk jaar wat groter, elk, elk jaar meer jongeren die een sfeer maken van onze leeftijd. Dat is wel waar. Ik denk ja. als je kijkt naar alle ja, moet dat zeggen, de sfeervakken in alle stadions, dat er bij ons misschien het meest jongeren te vinden zijn. En ja. alle stadions dat is ongelooflijk. Als je kijkt tussen 16 en 25 jaar, dat daar 300 man staat. Dat is eigenlijk dat is goed voor de toekomst, maar soms is dat ook wel een beetje moeilijk. Ja, ik weet. Ik hoor soms andere supporters daar zo'n beetje over lachen. Zo van, ja, ja, dat het allemaal slotneuzen zijn. Op handen, he? En het zijn allemaal slotneuzen inderdaad. Maar ja. Ja, nu zijn dat slotneuzen, maar bij een oh, aantal ja. jaren zijn ja. dat ook jong voor ja, ja. ja. ja, Ik ben ook ooit veertien geweest hè, dat ja, ik daar stond en dat, dat dacht van wauw, ja. en nog stoer wat doen. En, ooit, iedereen begint zo. Uiteindelijk. Me, me, hoort soms een mannen van veertien daarover klagen. Maar toen ze zelf 14 jaar waren, waren ze zelf ook zo. Het, ja, ja, ja voilà. Oké, ja. Cedric, ja. over wat gaan we het hebben? Uh, over wat gaan we het hebben? Dus, uh, niet zo heel veel, maar toch wel één ding dat we echt wel uitgebreid gaan uh, nemen. Allereerst natuurlijk terugbeschouwing of, ja, uh, of terugblik naar de wedstrijd uh, Apoel, thuis dan. Ja. Dan een keer kijken wat, 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 wat we verwachten. Maar, uh, mijn excuses. Wat we verwachten daar in, uh, in Cyprus. Uh, hoe dat we, hoe dat we het zien in onze uitgangspositie. Zien we het sitback of niet? Uh, dan gaan we naar een lange voorbeschouwing op uh, Club Brugge. Uh, het is de eerste keer dat we dit hier aanhalen op de podcast en ook de 20 aflevering. Het is eigenlijk een dubbel jubileum. Uh, dan gaan we naar een popular opinions, pronostiek. Uh, en ja, transferactualiteit. Oké, okay, goed. Beginnen dan maar zeker. Ja, uh, nu zit je op de eerste plaats tussen Timo, ja, Gent, Appoel. Hoe heb jij het beleefd? Man of the match. Ja. Goh. Uh, ja, Forfano deed wel weer kantelen. Uh, Hong was eigenlijk heel de match, hoe vond ik? Uh, Kums was ook degelijk. alleen meer dan degelijk. Uh, maar ik ga, ik ga Hong zeggen. Ik bedoel. Die is ook al meerdere matchen aan een stuk, ook in slechte momenten, ja. dat hij blijft overeind staan. Um, en gewoon, ja, hij is gewoon zo gevaarlijk en kansen creëren en tussen de, li de linies loopt. Um, ook zelfs in de eerste helft tegen Apoel uh, heeft hij echt meerdere kansen gecreëerd voor uh, Orban. Orban, vooral eigenlijk. Ja, okay, want Kuiper was echt onzichtbaar, vond ik heel die wedstrijd. Dat was toch wel. Uh, ja, was hij mindere wedstrijden. tweede match op rij dat ik hem echt minder vond. Ja, inderdaad. Orban liep veel kon niet veel alleen, van, zich, van zijn schoot te brengen, van zijn kansen te brengen. Maar hij, hij bewoog heel veel. En ja. daardoor brak hij het spel op, want Apoel speelde in een hoog blok. Waardoor ik vond dat het middenveld echt moeilijk had. Ja. Dat, ook, dat we daarom ook, uh, dat, was slim dat we zo slim waren, dat we kijpers eraf hebben gehaald, zodat we op de korte ruimte spelen. En met technische spelers zoals Fofana uh, en uh, Hong, die dan uh, het spel kunnen beslissen. Ja, ja en die gooien van Hong ook toch. Ook van Fofana. <laughs> Ja, Volfan, ja, afgeweken ja. bal wel, maar toch. Ja, een beetje, beetje chance. Ja. Ja. Maar vooral die van de Hong. Ja. Een pegel. Ik <laughs> ja. denk dat Fofana eindelijk het geluk een beetje gaat ja, ja. ja. krijgen. Omdat hij dat ook meer begint af te dwingen. Ja, ja, ja. hij probeert meer. Hè? Ja. Ja. Het afgelopen ja. ja, jaar was dat soms zo'n beetje. Hij wou wel, maar het was zo net niet genoeg willen. Ja. Zo ja, je ja, ken ja, het? Je hebt altijd 10% nodig voor dat geluk af te dwingen. Het was net niet genoeg durven, denk ik. Dat is niet van je wil, maar zo toch zo te weinig zelfvertrouwen nog. Dat hij ja. dat nu wel meer heeft. En durf, het... durven dribbelen. Ja. hij heeft al even al een paar matchen, maar hij probeert ook nu ook steeds meer te trappen. Ja. Ja, is het nu zijn breakout season denk je? Ja, zo ook eens. Nog te vroeg om te zeggen, maar het kan dat wel worden ja. Ik, ik zie ja. meer en meer een complete voetballer. Ja. Zij, hij is fysiek sterker aan het worden. Het kan ja. nog beter, maar het is dus ook genoeg echt een hele tijd dat ik denk van het gaat echt niet lang meer duurt dat hij scoort. En ja, maar ook klikte Gewesterlo dat hij daarin dribbelt en dat er ja. onderuit wordt gehad, doordat we penalty hebben. Het is altijd vaak daarvoor gehad van hij zou op school trappen, maar ze tackelen hem dus. Ik vergelijk hem soms met Doku. Omdat ja. hij ja. dezelfde snelheid heeft, dezelfde dribbelvaardigheid en even moeilijk met scoren. Momenteel nog. Ja, ja. Ja. En dat hij die body ook nog miste, dat Doku ook miste bij Anderlecht. Ja. Ja. Well, Amai, doku, ja. de laatste pakt. En ik zie en hem het misschien ook nog zelfs traject, traject ja. afleggen ja, ja. dat echt zo naar een club in Frankrijk de volgende stap is en dan als dat daar meevalt. En ja, de Prem nou, of ja, maar een dat andere is echt wel... een hoge een hoge ploeg. Ja. Ja. Denk dat, wat, wat ging wel ja, ook in het laatste jaar dat dat ook het echt wel heel breed is geworden. Ik ja, ja, ja. denk, denk in het laatste interlands van België dat we dat potje opviel van, nee, toen begreep ik dat Ja, met mij ook. <laughs> ja. Ik heb ik heb ja. ren gaan kijken in het echt. en ah, dan zie je hem voor je lopen en dan denkt echt. Dat, dat was echt een, het. een gironneke. <laughs> ja. Ja. Vroeger ja. was dat echt een, een tengere ventje ja, bijna. Hij is niet zo groot ook hè? Ja. Fafana oh. ja. is ook echt klein. Dus ja. uh, Hier <laughs> was naar een uh, oefenwedstrijd gaan kijken uh, voor het seizoen. En Niels zei wel ja, die gast komen we weer ooit in mijn schouders. Dus, ja. Ja. <laughs> dat is zo de brave jongen op je schouders, ja. Ja. <laughs> ja. Het zit er wel inderdaad zo in, een jongen die uh, ook wel nooit naar laag of zo. Ja. Of ja. Een ja. Beetje een stelm zo. Maar wel echt een werker blijkbaar, want uh, Benoit, een van onze vorige ja. gasten, die zei uh, met een verhaal van, ah, ik je woont dicht bij Oostakker, dicht bij het trainingscomplex. En hij was daar gepasseerd en ineens komt hij Fofana tegen op de fiets. Uh, of te voeten en het wandelen, was met de fiets. Uh, want hij ging met de bus Fofana. Nee. Uh, <laughs> ook zo humble als hij is. Uh, ja. En dan uh, ben ik oh, met en aan de praat geraakt. En blijkbaar was het dus geen training, maar was hij toch gegaan om... Ja, omdat hij toch hoort trainen, is, hè. dat is zo die mentaliteit, die echte profmentaliteit, want sommigen van zijn leeftijd denken daar niet aan. Zoals het, hè? Als ik enige enige dat is echt mooi. Wil, dat is dat is, mooi. Dat is misschien een beetje grof dat ik dat zei op de een of andere manier. Maar bij Jong Gent heb ik wel al redelijk wat zien gaan en doen. En ja. dat zie je de Fofana niet doen. En hij is ook de enige eigenlijk die de echte stap heeft kunnen maken. Ja. Ja, samen met Salah Salah ja. is hij ook wel iets ouder, ja. hij was 23. Allee, 22, toen ja, ja. hij echt begon bij ons, ja, maar ik denk dat dat ook een groot verschil is. Ik ja, denk dat dat misschien ook wel zo'n subtiel signaal eigenlijk moet zijn voor velen. Ja, want dat hoor ik ook wel van een maat die uh, toch wel uh, een beetje nou, in, uh, zeg je, daar, daar een beetje in die wereld rond En hij zegt van, uh, ja. ja, dat milieu. Hij zegt ook van, ja, soms in, als ik in Overpoort rondloop, zie ik echt nog wel vaak jonge en spelers. natuurlijk ja, het is wel ja. een beetje de leeftijd natuurlijk. Zijn tuurlijk. 16, 17, 18 jaar. Maar als mag, je zo'n talent hebt. Ja. Ja, moet je inderdaad een evenwicht vinden tussen... Voor ons is dat ook sotter. Wij, wij kijken naar die man, die spelen bij de tweede ploeg van Gent. Ja. Doet er een keer alles voor en... <laughs> ja, ja. En nog steeds die ontspanning nodig ook. Ja, ja. Voor hen is dat anders. <laughs> Ja, ja, dat is, ik vind dat zot om naar te kijken, zoals je nu, uh, die in Barcelona, Jamal, hij uh, is ooit, 16, 17 jaar, ja. die gast verdient miljoenen en wij zitten hier mooi op de schoolbanken. Wij ja. ja, zitten hier voor niks een podcast te maken. Ik zag dat gisteren in de basis van van ah, Een in ja. de dat, dat is echt Ik dacht echt, van, ja, dat ja. sprak ze nog een kleuter in mijn hoofd. Ja. <laughs> nee. Ik had uh, geluisterd naar uh, Barotelli, mm -hmm. um, afgelopen nacht. En uh, het viel mij op uh, dat ze zeiden dat de eerste spelers van 2008 al aan het komen zijn. Dat zijn, dat zijn mannen oh, die dus bijvoorbeeld dat gek, die 4-0, he? thuis zegen tegen kortrijk in de beker. Dan, die, toen zijn die geboren. Oh. Wow. Dat, is, dat is crazy. In wow. mijn hoofd dat gaat echt niet. Dat is tot, hè? Ja. ja. Ja, dat is, ja dat, is, dat is mijn broer en zo. Ja, ik weet niet, dat is zo raar om in te beelden. Ja, ik ben nog ja. iets ouder dan jullie waarschijnlijk. Dus. Ja, jij bent 24, 23? Ja, 24. Ja. 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 Ik ben 21, de rest is 22. Ja, ik ja. dus. ben nog van vorige nog een... eeuw, dus dat voelt voor mij nog een beetje extra. Dus uh, ja. De oh. kindjes oh. van na 2000. Ik product van de 20e eeuw. Ja. Ja, kijk de jeugd het is toch wel een doorbreking en ik, ik herinner me goed de tijd dat mijn opa er nog was dat we dat altijd klaagden over en zagen over de jeugd bij GENT dat dat er niet was en dat we er niks bij deden maar nu toch wel de laatste jaren zien we toch wel echt meer en meer dat GENT daar meer energie en meer geld en meer ja materialen me met, met, met Samuas eigenlijk hè? Ja. ja dat Samuas was zo de eerste grote natie, de, de, zeg, van de pionier zeg maar ja. Van ja. De... Ja, ja. Maar ja. ik snap de vergelijking van Doku uh, wel Doku Fofana. Ja, ik had Doku's... er nooit over nagedacht, maar het klopt inderdaad ja. wel. Doku is nu 21, zeker? Um, Fofana 18, hè? Ja, ja Fofana ja. is van die jaar 18 gewoon. Moet je zeggen, nog aan. Als hij inderdaad ja. nog wat meer body krijgt, een beetje zijn rendement omhoog krijgt enzovoort, dus... Ja, ja ook nog waarschijnlijk nog wat groeien. Dus Geen zo, stappen he? overslaan, gewoon op het gemak. Ja, ja. ja inderdaad. Waar hingen zij? Uh, ik weet het niet meer. zo is het over <laughs> de jeugd? <laughs> ja. Ja, misschien denk ik dat de eerste pionier Hannes van den Bruggen is. Ah ja, ja. Omdat toen hebben ze denk ik wel ingezien van: oei, hmm, wij kopen in die tijd heel vaak heel goedkope buitenlandse ja, ja. spelers die naar zo vijftiende in La Liga zijn geëindigd en daar dertig matches naar meespeelt voor het seizoen, en dan denken ze. Ah, dat moet wel, en dan is dat zo vrij zo, middelmatig. Zo. En dan zie je ineens aan de hand van de Brugge dat eigenlijk totaal niet voor me doen, op zijn 18 ja. in een moeilijke periode eigenlijk kapiteinsband moet nemen. En dat er misschien wel meer toekomst in zit als je daar echt zo in investeert. Ik denk dat dat een eerste echte teken was van misschien, als we want ze zitten toch soms op het geld, om het zo te zijn op hun geld. Uh, ik denk dat dat wel een eerste teken was van misschien zou ik daar wel iets meer in moeten ja. gaan investeren. Ja, ja en nu ook met uh, de UEFA Youth Tournament, dat start in september. Gaat ook weer geld opbrengen en weer extra, snap je, je naam wordt uh, gedrukt op. Maar ze kopen ook meer buitenlanders voor de jongeren. Ja, ik heb weer ze gezien weer dat er ook een in, nieuwe fitness. Ja, is. heb het ook gezien? ja um, Ik denk dat die jonge die jongere gasten ook gewoon meer gemotiveerd zijn als ze al zo ja. jeugd van hen dan zo'n man die van. Slovakije of zo komen we is trenchen in, zeker, we vaak spelers. <laughs> ja, maar ook, ik, ik woon vlakbij het, uh, het oude oefencomplex waar de jeugd nu zit, en echt gewoon, als, als ik mijn deur uitkom en daar langs een grote baan wandel of fiets, ik zie altijd wel iemand met een, Gent -jas, alle, een jasje en een Gent-tas, dus ja. ofwel zijn dat gewoon mensen daar wonen, ofwel zijn het echt jeugdspelers. Ja, dat klopt. En ik leek daarnet ook weer een die daar alleen liep, hij was aan het zingen, de leidde luid op en ik dacht van kijk, dat is een Gent-speler een Gent waarschijnlijk, van de jeugd. Ja. Ja, dat is mooi om te zien. Dat is, ja, toekomst. Okay, ja, we waren uh, bezig over Man of the Match. Van oh, Apoel. Ik zei Homs of ja. <laughs> ja, Dat is er altijd. <laughs> Jentel, Je uh, was u Man of the Match? Ja, ik had het al een paar keer gezegd, maar ik had gewoon opnieuw zeggen voor van. Ja. Hij heeft gewoon weer echt goed gespeeld. Ja. En eindelijk zijn goal gemaakt. Ja, ingevallen dus, uh, rond de zeventigste minuut? Ja, zo, ja zoiets, ja, zoiets denk, denk ik. Voor de zeventigste minuut. Ja, het was even de match om kantelen. Ja. Ja. ja, het was uh, gewoon weer super goed gespeeld van hem. Uh, allee, ik, ik, ik ben het dus gezegd, hij is zo... Ik niet, hij heeft zoveel zelfvertrouwen, lijkt wel. Hij dribbelt goed, hij gaat zijn man goed voorbij, hij durft te schieten, durft een mooie pas te geven. Gevoelt gewoon als hij aan de bal komt van ja, nu gaat er iets komen. Ja, ja, het is nu. altijd wel iets van gevaar. Beetje het gevoel ja. dat we ja. hadden met die sedali in het begin, vind ik. Ja. Zo van, ah, ja. hier Je komt het van het denken, dan, nee. aan de bal en uh, het de tijd van Simon en Kalu Dat we een oh. flank hadden die iemand ja. kon ja. voorbij gaan. Ja. ja, ja. Voilà. Dat zijn spelers waarvoor dan naar het stadion komt. Ja. ja. En die... Hij weet van, is aan de bal en hij zal wel iets doen. Hij gaat niet gewoon paske naar achter geven, ja. hij wil iets mooi. proberen. Ja. Ja, en dan lukt dat lukt dan niet, ja, maar hij heeft tenminste geprobeerd. Ja, er zijn ja. veel spelers die zelf niet proberen, die gewoon... Zoals Van ja, ja. ja, Die positie is, eh, is uw vertrouwen alles. Ja, ja. 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 Want je kunt nog zo goed dribbelen als je wilt, als je geen vertrouwen hebt op ja. een 11 of op een 7... Ja. Ja. Dan moet durven, Dan ga ik daar niet voorbij. Hè. Denk je dat dat daar nog belangrijker is dan op alle andere posities? Ja, misschien als keeper? Ja, voor een spits en ja. een keeper ook natuurlijk. Ja. Uh, maar ik denk dat je op andere posities iets makkelijker terug je vertrouwen kunt winnen. Het ja, is dus dat... iets minder één op één of iets minder statistiek gericht dan die posities. Gewoon. Want anders gaat dat nu, Alie, zit aan je hoofd. Hè? Ontstel stel gemist in trouble en weer één. Ja. We dat is dan ook... al nu de tweede. En houdt hem het is de derde ook slecht. En iets wat heel jammer is, bij ons merkt het ook snel aan het publiek. Ja. <laughs> dat helpt ook niet. Als ja. een jongen zo half en half is. Ja, met z'n uh, was het zo dat het publiek redelijk kwaad was wanneer was twee wedstrijden erleden. Mm. Soms is dat frustrerend ja. omdat ik denk dat, ik vraag me soms af of de mensen dat zelf ook niet doorhebben dat ze het ja. eigenlijk erger aan het maken zijn ja. op die moment. Want die gaan niet beter worden als je dat doet. Ja, ja. De mensen moeten beseffen dat ze niet aan tv zijn te kijken, dan die man op zijn veld ook wel horen. Ja als er wordt gefloten, of weet ik veel wat. Ik heb soms het gevoel dat we soms iets te veel kritisch willen zijn en, oh, het moet goed zijn, in plaats van we zijn daar om te supporteren. Ja. We zijn daar niet ja. om te eisen, je bent daar om te geven. Ja, uiteindelijk zijn die mannen die, die er op de veld staan. Ja. Ja, natuurlijk is het, is een groot job, het grootste ja. doel van iedereen in heel dat stadion is gewoon dat je ploeg het goed doet. En ja, ja. als je ja. daar als supporter aan kunt meewerken, dan ja, doe dat ook zoveel mogelijk. Ja, en dat gevoel ja. heb ik gelijk wat Gauthier nu zegt: van sommigen denken te veel van we zitten achter de tv. Hè. We, 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 het doel is dat je komt om te supporteren. Ja. Er wordt gewoon in het algemeen bij Gent heel veel geworteld, geneut over. Eisen. Heel veel eisen. Ja, want oh, de de, de, zijn, die staan recht of die zitten naar te roepen, zij mogen hier niet roepen, want het is hier de Telenet-tribune. Ja. Ja. Dat zij zoveel inderdaad eisen. Dat eigenlijk. Dus omdat ze te veel hebben gefocust op de mensen die zijn gekomen na 2015? Met de voor 2015 was dat ongelooflijk. In de not had je een enorm familiegevoel. Iedereen ja. kende iedereen. En er dus is een hele nieuwe golf gekomen. De, het eerste jaar in de Glamco waren er al 2.000, 3.000 extra mensen per match. Dat was eigenlijk, eigenlijk al enorm goed, want ineens waren er elke match 15.000 mensen. Dus ja. nog voor we kampioen waren. We ja, nog bedoel. voordat we kampioen ja. waren. Zelfs in november en zo. Dus toen hadden we nog echt... Ja, was, we stonden toen wel mee aan de kop ongeveer, maar... Niet om te zeggen van. Ja, vierde of eh, vijfde, ja, vijfde stonden of zo. Ja, zo. Wat dat we eigenlijk altijd bijna ja. stonden. Maar niet om te zeggen van, wauw. En uh, dan ineens zag je al dat er veel meer mensen kwamen. En daarop had je moeten verder bouwen. Alles dat er, die vijfduizend dat er zijn bijgekomen. hebben ze iets te veel op gefocust in mijn ogen. Ah. Waardoor dat ze iets te veel zijn gaan denken aan. Oh nee, we moeten die mensen houden. In plaats van we moeten onze basis content Tevreden, houden. Ja. En onze basis die we al jaren hebben. Eigenlijk gewoon verstevigen en daarop verder bouwen. Zij zijn ze eigenlijk beginnen bouwen op die 5000 die erbij zijn gekomen. En dat zijn ook degenen die nu vaak... Allee, degenen die we nu soms missen in het stadion, zijn degenen die toen teleurgesteld zijn geweest van... Ja, ja, dit of dat. En die, die vroeger wel altijd kwamen. Ja. Zo kan ik er heel veel. En dat is, dat is wel op mijn tand. Ja. En die, die basis tevreden houden, hoe zou je dat dan doen? Was dat een soort van kortingen geven voor bepaalde zijn, ding? hoe dat dingen? Zijn dingen? Uh, in het verleden zo'n paar... Beloftes die niet zijn nagekomen, het is maar voor iets stoms. Hè. Eigenlijk zou je het moeten zeggen: dat is niet langs twee kanten, dan mensen van, je moet dat geld niet terugvragen. Bijvoorbeeld, bij corona, want je moet je ploeg steunen. Maar als je zegt dat je dat gaat doen en dat duurt jaren en hey, dat blijft uit, en dan denken de mensen ook van ja, hey, vent, ja, ja. Zoek je tijd. ja dat, dat was zijn zo. heel toe, Met Corona, ja, en ook. Zo, de prijzen zijn alleen dat is normaal hè, dat dat enorm stijgt. En uh, ja, zo, ja, zo eten ja. en OS tegenwoordig in de die, natuurlijk. de trapjes naar boven in de prijzen zijn wel echt, ja, ik weet niet, je voelt het wel. Ja. Ja. Ik kan me voorstellen in de not, alleen dat is niet groot bedoeld ofzo maar de mensen die daar waren, waar de mensen niet ook soms last hadden financieel, ja. uh, en die moeten nu ook afhaken. En dat zijn eigenlijk de mensen die nu die club karakter geven. En ja, dat is voilà. hetgeen dat we nu soms missen, vind ik. Een ja. beetje karakter in de tribune, zoals de, zoals de typische volksvuur dat blij zijn dat het tegenkomt. Ja, ja. Ja. Ja, ik snap wel wat hij bedoelt. Dat ze <laughs> ja. denkt... Oh, de ik ken er wel zo een paar ja, ja, ja. Eh, ja. in 2025 zo. <laughs> ja. Maar, ja, maar, uh, ik, ik snap wat hij, wat hij bedoelt, want ja. allez, ik zat ook nog in het tottenstadion de hele tijd met mijn opa. En met hem was dat ook, als wij dan in de Glamk gingen, we zaten daar een paar mensen in de langere zijdes. En dan in het een we hingen altijd het stadion rond. En altijd om de zoveel stappen stopte die wel iemand en, en dat vroeg ik ah, aan wie is dat ja, iemand vroeg van vroeger van een de stadion ja dat is een beetje waar, nu heb je dat inderdaad wel in je eigen vak wat logisch is want je zit er in principe naast maar voor de rest mm. is het weg. Heb je zo mijn, mijn opa dat zei van kom we gaan de, de promenade af andere keer al mijn maten gaan opzoeken Dat vind ik dat is inderdaad zo dat volkse dat familie mm. dat karakter en inderdaad dat is weg of bijna. Moest het ook niet een beetje overal zijn? zijn? Weet het niet. Toch ook een klein beetje verdwijnt. ook je zelf een ja. deel in de hand. Ja, dat is dus, sowieso, Het is man. automatisch met alles wat duurder wordt enzo dat je sowieso verlies hebt. In dat vlak maar je kunt dat zelf ook wel een beetje manipuleren naar een bepaalde richting. Ja. Ja, maar alleen nu gelijk voorvoorvellers voor een voor number? 7, 8 euro. Ik vind dat ook ja. wel echt wel. 6,20 euro twintig Je ja, hebt dat al op mee net. Dat is wel. Ja, inderdaad. Allee. Is, uh, het is kant kantje boordje, vind ja, ik. Het is zo het is kantje -boortje nog mijn volksclub om het zo yeah. te zeggen. Ja. Je kunt eigenlijk niet echt meer zo. Ja. 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 Het is niet meer ja. onbetaalbaar duur of zo, maar, ja. is maar veel wel... meer kun je ook niet vragen, nee. vind ik. Ja, nee. ja. inderdaad. Ja. Okay. Als je dan een paar jaar geleden had gezegd, zo in 2015 of zo, ja, binnenkort betaald 6,20 euro voor een hamburger. Ja. Dat, dat, al dat al al vond, van was dat toen niet 4 euro? Zo oh, zou kunnen. Het kunnen, dat drie uur 3,5 ja, het zal zoiets geweest Snel eigenlijk. Hè? Ja, ja. Ja. Maar, ja. maar ja, dat is, dat is de economie. Hè. In de winkel zeg je ook dingen dat duurder worden. Dat ja. En ik snap dat voetbal een luxe is en dat dat een luxe product is. En als je daar iets wil eten, koopt je al snel een nummer van een pak friet. Ja, die mensen moeten ook in hun inkomsten halen. Met Agent heeft voor, want dat, daar dacht ik aan, Agent heeft voor een reden de abonnementenprijs niet laten stijgen in vergelijking met andere clubs. Dat zou ook heel dom geweest zijn als je ziet dat er elk jaar minder ja. komen. En dat er ja. heel veel gezaagd was. Maar moet, ze moeten wel extra die inkomen van dan de abonnementen ja. dat ze niet hebben, halen. En misschien hebben ze ergens gedacht ja. in, in, de, in een financieel plan, plan. als we het allemaal een klein beetje laten stijgen, kan dat ongeveer wel in de buurt komen de, een de de deel van, dat. van ja. ja. En ook met Sambaro, met zijn eigen catering, dat nu even overgenomen. Ja, dus, die, die Spitburger. Ja. Als ik ja. me niet vergis, was... Uh, allee, het bier komt ook van uh, een of ander bedrijf van Luagy zelf. Ah, dus ja, dat juist. blijft ook wel uh, in de uh, ja, 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 ja. cirkel, om het zo te zeggen. Ja, ja inderdaad. Ja, maar ook ja, bieren vallen nog mee, vind ik, van prijs. Dat het stijgt. Ja, allee, vallen nog mee, dat valt op prijs. Zelf op. drink ik niet veel bier, maar allee, ik, allee, daar hoor ik niet zoveel mensen over wortelen zagen. Eh. Ja. Oké, okay, ja. Met um, een paar mensen, Cedric. Ja. Hoeveel ja. dat ja. het zijn. <laughs> ja, ik ging zeggen, maar dan bijvoorbeeld soda en zo, en bijvoorbeeld uh, die fuse, die dingen, dat je daar... Het is zo precies een gatering review geworden. <laughs> Vier euro voor betaald, dat is wel veel. Dus, uh. maar bon, allee, kom. mijn uh, men of the match, ik, ga, ja, ik vond het een beetje een teleurstellende wedstrijd. Um, allee, teleurstellend als in. We zagen dat het een hoog blok was, en we weten dat we het eigenlijk altijd moeilijk hebben, uh, hadden. En dan nog stelt hij twee spitsen op met lange ballen dan te spelen. Uh, dat vond ik een beetje dubbel, want ik zou allee, ik, zou, ik ben meer fan van tegenhoekblok met op de man spelen, ja. korte Zeker bereikten. Orban heb ik veel gefrustreerd te zien, wat hij vaak ballen niet kreeg. Dat ja. hij, ja. hij begon met diep lopen en dan ja, er inderdaad. geen bal kwam. Maar gewoon Kuipers ja. was te statisch. Ik vond hem echt gewoon niet goed. Um, ja. Het ging echt een wedstrijd geweest zijn voor Dat zagen we ook bij de laatste goal. Die pas naar Hong ja. en die dribbel dan in de hoek. Dongala Nongala kopt hem wel nog weg. Ja, inderdaad. Um, uh, dus ik denk dat ik voor man of the match is misschien uh, niet uh, meteen uh, straight ga zeggen. Ik denk Jordan. Ik vond dat hij wel echt goed had ingetreden Ja, die de Watanabe ook. ook goed dan. Wat ja. kan dus ook. Het ja. is toch wel echt een, een sterke muur die we hier hebben vanochtend. Ja, ik vind bij Watanabe je gewoon zo het gevoel van, die loopt niet veel, maar die staat altijd goed. Ja. Um, en er was er ook zo één moment dat ik dacht van, wow, dat is echt slim. Dat is misschien iets kleins, dat niet veel mensen hebben opgemerkt, maar hij ging zo gewoon druk zetten, vooruit druk zetten, op een spits of zo van Ja. En um, ja. hij kwam dan gewoon zo die bal her herveroveren, door gewoon zo met zijn rechtervoet in de buitenkant, even gewoon die bal naar rechts tik, tikken, naar uh, Kandus. En ik vond het echt zo iets kleins echt gewoon goed gedaan, want dat was gewoon herveroverd zo, in de, ballen, uh, in de voeten van Gentweer. Uh, dus. Ja, maar zijn spellenzicht is zo goed van Watanabe. Ja. Als hij de bal niet kan koppen, gaat hij staan waar dat hij verwacht dat de bal komt, en de bal komt er altijd. Dat is zo'n een, een goede, complete voetballer. Dat is, maar dat een is, dat is compensatie voor... Maar, ja, maar hij is niet zo snel natuurlijk. Ja, ja dus... hij compenseert dat heel goed. Ja. Hij weet waar zijn kwaliteiten zijn en ja. waar niet, en ja, hij gebruikt dat gewoon heel goed. Ja, en uh, daar had ik een beetje schrik voor, met dat de Japaner is, is die taalbarrière vaak moeilijk. Zie je hem toch wel vaak meeroepen, meepraten, mee dus dat is dan toch wel... En alleen, hij had ook gezegd in een persconferentie dat, dat dat sowieso wel moeilijk is, die taalbarrières, en dat dat een van de redenen is waarom we weinig Spa Spaans sprekende spelers ja. hebben in de ploeg. Want uh, bij hem alleen, zie ik of hoor ik daar vrij weinig of niks van. In ja. vergelijking dan met bijvoorbeeld Genk, daar zie ik me aan veel zo. zuid ja. amerikanen zitten altijd... Het is een ja. keuze, hè. Ofwel kies je voor veel, uh, die een bepaalde taal spreken, ofwel voor ja. weinig. Ja. Want nu is de taal binnen onze kleedkamer uh, uh, Engels gewoon. Maar ik kan, oré, ik kan begrijpen als je dan allemaal Zuid-Amerikaan hebt dat je dan eerder voor Spaans kiest. Ja, maar, maar dan weet je altijd dat het Frans was? Ja, met Gigo yeah. en uh, Bron. Bron. Ja, maar nog veel meer. Ja. Yeah. Daar, daarvoor ja. nog zo mijn boyo Cagé hier. Ja, ja, ja. die nu bij Zalzaat speelt. Speelt hij bij ah, Zalzaat? Mooi, was Dat wist ik niet. Mooi. kijken, Ja, Naar die vond ik ook wel goed. Uh, naar die Roef, wat zeg ik? Ja. Uh, Roef vond ik ook wel, uh, wel, wel, wel beter. Alleen dat ik soms gevoel dat hij rapper mag uitsmijten als hij een bal ja. heeft naar een corner. Ja, of zo. Ja, 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 maar ja. Dat, dat, dat is gewoon het punt dat we altijd zeggen: die is gewoon niet in meespelen. Ja, ja. Een, die speelt niet mee met het spel. Dat is ja, een goede ja. keeper. Maar op, op, het op het moment dat nog 0-0 stond, of eentje 0 denk ik. Dat ooit dat van, ja. oh, je hoeft snel mee op, ja, op een, op een corner. En dat dat, dat ja, dingen te zorg, daar vertrekt, ja. dat hij een kan opzetten, Orban maar, begint daar te sprinten. En dat <tus> je denkt van, gooit hij een bal gewoon over hem en je ziet wel wat er van komt. Ja. En je ja. wil wachten tot iedereen weg is terwijl dat 0-0 nou staat. Ja. Ik zag Orban, Orban wel weer vaak zo allez, neuten om het zo te zeggen. Altijd ja. zo, zijn lichaam staat zo oh, oh. Ja, hij heeft, heeft gelijk, want uh, die ja. ballen kwamen gewoon soms niet. Orban kan er soms moeilijk mee omgaan als hij het ziet. Dat iemand anders dan niet ziet. Ja, ja. ja. ja want toen kon ik altijd dat hij soms te snel denkt. Ja. <laughs> hij is gewoon al te vaak, ja. tussen veel stappen voor. En wat ook normaal is, want jij kan iets anders bedenken wat ik denk. En daarom niet hetzelfde uitvoeren. En het is voetbal, het is een teamsport. Niemand kan in Orban zijn hoofd kijken wat hij denkt. Dus je moet echt, hij moet zeggen als spits waar je bal wilt en hoe dat je wilt spelen. En als je per seconde verandert, ja. Dat is, dat is, zoals, tegen Westerlo liep hij plots van de linkerkant naar de rechterkant en dan liep hij zo van pas de bal, maar hoe doet dat nooit, dus hoe kan ik weten dat ik die bal moet passen? Ja. Oké, ja, Gauthier. Man of the match. Uh, ik heb, ik weet niet, ik vind het moeilijk om te kiezen tussen uh, eigenlijk Kums en Watanabe, maar eigenlijk ook Kandus. Want Kandus is de ene match heeft hij het een beetje moeilijk. Als het een snelgevindige speler is, dan... Zoals tegen sint Ja, die man is bijna ja. twee meter. Ja, Koita is... was dat toen, hè? Centraille. Ja, hij is bijna ja. twee meter. En je ziet dat soms in zijn draaien en keren en zijn optrekken, ja. maar dat is normaal. Maar als dat zo, bijvoorbeeld tegen Villitaia is, dan, ja. Ja. dan merk je echt van, met onze drie van achter, dan... Dat komt goed. Ja, dat komt goed. Dus ik denk je omdat hij nog net iets solidairder is. Hm. In het algemeen, ook al is dat bijvoorbeeld iemand vinniger. Uh, dus ik denk dat ik voor hem ga kiezen. Maar Cums was ook weer goed, vond ik. Ja, ja. Kums is echt, dat is echt ja. gewoon de modertje van maar België. Ik weet nog dat we niet voor het seizoen, maar het seizoen daarvoor zeiden: van, Ah, het is genoeg geweest. Ja. Zouden we hem wel nog zo'n jaar extra geven? En dan ja. op het einde kwam hij er zo'n beetje door. En dan alleen nog één jaar. Ja. En, en, dan dan jaar, ja. en dan was het Vadis die even overnam. En dat was vorig ja. jaar dan enorm goed, eigenlijk. En dan zag je zo de dingen... Bij Vadis stonden eigenlijk zo in het begin van het seizoen. Ja. En Kums eigenlijk zo. En dat is zo, eigenlijk... Die zijn elkaar dus zo wel... De, die, zijn, ja, die zijn een beetje gewisseld. Ja. Ja. Denk jij dat... Um, we hebben het hier al een paar keer aangehaald, Die nieuwe Israëler... Um, Kandelman. Kandelman, de, Kandelman? De, een vervanger voor Kums zou kunnen zijn? Nee. Nee, is niet dezelfde positie. Alleen niet nee. dezelfde type speler. Hij is is veel meer box-to-box. -box. Veel meer echt vechten voor een bal mm. en dan afgeven. Ik denk dus, dat Kums ver, verfijnder is. Rums ja. dus ja. hebben... kan meer die een bal leggen. Uh, hij is eigenlijk een soort beetje like de Saar. Maar fysiek denk ik net nog net iets sterker. Ja. Maar denk met een bal aan het voet net iets minder. Ja. Ik denk ja. dat zo is. Als ik hem echt moe ergens ja. plaatsen. Dus maar... we hebben eigenlijk nog wel een vervanger of misschien een mogelijke transfer nodig. Om, want we hebben niemand om die positie op te vullen. Mm, yeah. Ja, ja. Denk Ik denk wel als het echt nodig is dat hij dat wel al had gezegd, ik kan me niet voorstellen. Hij, lijkt dat hij heeft ook al duidelijk laten merken dat hij een diepe spits nog was. Ik denk dat hij dat dan ook voor die positie al gedaan zou moest hij echt zo niks op toe hebben. Ja. Maar ik denk ja. dat dat pas gaat gebeuren als Orban of Kuipers weggaat dat er nog een spits komt. Ja, het zijn ik. nog, uh, nog uh, vier dagen tegen dat de Transformarts sluit. Ja. Dus dat is eigenlijk goed nieuws. Hè. Het gaat snel moeten gaan voor een komende dagen. En we hebben nog onze twee spitsen. Ja, ja inderdaad. Maar, maar, maar transveren actualiteit hoe uh, we dat nu onder de zin? Uh? Ik ga eerst even iets zeggen over Kums. Um, omdat we, we hadden een, een populaire opinie gekozen daarjuist over uh, Kums. Dus ja. ik zal dat er, er gewoon nu in mee Omdat we over hem bezig waren. Een populaire opinie is een niet-populaire ja. opinie. En er was iemand die zei, ik weet niet meer wie van onze volgers, die zei van uh, Kums, 2023 is beter dan in 2015. Kun je? Oh, ik. Ah, ik, ik ga daar deels mee akkoord, omdat deels die ploeg was helemaal anders. Ja. En ik vind van speelstijl zijn niet veel veranderd. Behalve dat hij toen meer agressiever was. Ja, dan heb oe. ik meer het gevoel dat hij de rust zelf is en echt de kapitein is, echt ja. zo de Modric. Uh, terwijl dan was hij was veel sneller, was hij schoten waren beter. Snap je? Het zijn totaal twee andere kunsten. Maar ik denk dat zijn impact vind ik nu groter dan toen, denk ik. Ja? Denk het wel. Ja. Impact goed, dat weet, dat weet ik denk Als ik emotioneel ik denk als je... bekijk, denk ik dat hij in 2015 beter was. Want ik zie nog al die matchen voor mij dat hij echt baas, heer en meester was. Dat hij eigenlijk mee moest met de Rode Duivels. Ja. En dat hij nu dat niveau niet aantikt voor mee te moeten met mijn Rode Duivels. Terwijl in 2015 was de ploeg ook enorm goed van de Rode Duivels, om het zo te zeggen. Ja. En toen tikte hij dat wel aan dat en ik waar. zie hem nog zitten. Wie uh, was wel was Wilmot zeker? Ja. Uh, ja. Uh, die daar zat in de tribune bij de 4-1 tegen Brugge. Dat hij daar echt, keer dat hij, en dat hij echt heer en meester was over heel dat plein. Ja. En dat echt dacht van, wow Ja, maar ik denk ik dat denk als je Kums nu uit de ploeg laat, dat je meer problemen zou hebben dan dat je toen Kums uit de ploeg zou halen. Dat weet je niet zo breed was nee. onze ploeg toen niet. Maar um, allez, Kums, zijn rendement was toen wel beter, denk ik. Ja, dat, toen, was, dat is Cijfers, goals en uh, assisten. Maar ik denk dat hij ook wel penalty's pakte toen. dus dat ook ja, Spelers evolueren ook door, doorheen hun carrière. Ja. Als je ja, nee. wat ouder wordt... Vaak had je iets minder. Ook gewoon afhankelijk van de ploeg waar hij speelt. Want de noden mm -hmm. die moeten vervuld worden in die ploeg. Ja, nu aanvallend moet hij niet superveel bijbrengen. Hè. Ja, inderdaad. Ja, dat is hij waar, heeft, ook, inderdaad. hij heeft, heeft ook meer ervaring, want hij, hij heeft verschillende transfers gedaan na, toen hij naar, naar Italië geweest. Dan naar uh, Engeland, zeker eventjes, Dan terug in België bij, anderlecht, Dan terug naar ons. Dus hij heeft uh, ook meer ervaring opgedaan. Dus ik denk dat het gewoon een, misschien een vreemde vergelijking is. Omdat twee, het is dezelfde persoon, maar twee eigenlijk verschillende spelers. Een beetje verschillende rollen, bedoel je? Ja, ja, het is nog altijd kums, maar toen heb ik het gevoel dat hij meer die aanvallende persoon was en meer die agressieve, snelle, terwijl dat hij nu echt zo... We doen het goed, rustig en, en het lukt. Hij is toen naar Anderlecht gegaan en ik denk dat dat eigenlijk de speler was die Anderlecht nu nodig had. Ja. Was hij niet op de bank toch wat anders hè? Ja, toen, ja, toen was er echt geen slechte transfer naar Anderlecht. Want ik weet nog dat hij, hij heeft daar centraal verdediger moet staan tegen Bayern ja. München en zo. Ja, ja en just, uh, yeah. met zijn uh, vriend Weiler en zo. En ik denk ja. dat hij nu heel gelukkig is en dat al die ervaringen hem zo rustig hebben gemaakt. En dat hij was al rustig, maar zo. ik denk dat hij daarom nu ook zo goed is dat hij dat ook kan appreciëren. Dat, ja. dat, dat het gaat zoals het uh, lijkt dat Het aan het gaan is. Ja, ik vind ja. het toch vreemd dat Kunst precies alleen maar slaagt bij Gent of zo. Allee. Well, bij ja. Kortrijk en waar ging hij ook niet of, of Ja, Daarvoor inderdaad, ja. voordat hij bij hen was. Ja. Maar zo een stap verder na hen is gelijk nooit gelukt. Hij is dan eerst naar buitenland gegaan. ook. is gewoon één, denk ik. Uh, hij ligt hem gewoon goed. De manier waarop Hij speelt, is goed voor Kunst. Ja. 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 Bij ligt heeft hij ook even bij Hein gezeten. Ik kan het nu niet zot hoe herinneren of zo, maar ik denk ook al van uw kleedkamer. Ja, want uh, wat, wat, ik, wat ik nu ook hoor van, hein, uh, van, uh, van Kums is dat hij heel... Dat, hij, dat is echt de kapitein, want hij wil ook na zijn carrière verschillende dingen doen met uh, speler, jonge spelers begeleiden, financieel en zo. En hij doet dat blijkbaar nu ook al, als er nieuwe spelers komen, gelijk jongere spelers zoals Fofane, dat hij die begeleiden je uh, hebt plots, ja, tienduizenden euro's, ja. dat je dat niet allemaal in één keer spendeert. En zegt van de kleedkamer, uh, denk je dan dat dat... Bijvoorbeeld bij Anderlecht meer met vertellen was of zo, en dat hij daarmee niet zo. In Anderlecht kon... denk ik niet dat hij zo goed in de groep lag als nu. Nu wordt ja. Kums echt enorm, alleen, door heel de club enorm gerespecteerd. Ja, zijn leider, ja. En als je dat voelt, en je voelt dat vertrouwen. Ja, dat, was, dat is tegenovergestelde van wat hij volgens mij bij Anderlecht heeft gevoeld. Ja. Dat hij altijd zoiets van. Oei, ja. die, die mensen, de trainer, is hem vooral. En dan weerspiegelt hem dan een beetje op de groep, denk ik ook. Dan, als je, ja, met die rode kaart dan bijvoorbeeld in Bayern München Dat is echt zo'n diep, dieptepunt Na ja, een half uur, denk ik. Oh, ja. Dan denk ik, van, ja, dat, dan is het moeilijk om je echt goed te voelen in een kleedkamer. Zelfs al zijn ze vriendelijk met u om het zo te zeggen. Ja. Like iedereen die zelf heeft gevoetbald, dat dat zo... Al is het maar een vierde provinciale, dat je dat wel een beetje... Je kunt inbeelden dat je blij bent als je dan een andere kleedkamer hm. instapt. En dat daarin groeit tot echt zo iemand die heel erg gerespecteerd is in... Zijn doen en zijn zijn. Ja, oké. Okay. Um, maar dus om Man of the Match af te sluiten, wie kiest je dan als je iemand moet kiezen? Wat dan, je? Oké. En om een populaire opinie af te sluiten, wat zeggen we? Ah ja. We gaan stemmen, 2015 of nu? Ik zeg toch 2015. Ik kan het eigenlijk niet, niet echt vergelijken. Ik was toen nog niet super wat bezig. Mijn moet... voetbal, zeg maar. Dus, uh. We moeten dan stemmen. We, of, we ja. moeten stemmen. Dat is eigenlijk, eigenlijk 2023. Ja. Ik zeg ook 2023. Ik kan het niet vergelijken, maar... 2015. 2 twee. Okay. laat het okay. weten in de reacties. <laughs> Oké. Okay. Maakt er een poll van? Ja, van. daarom? Ja. pol, pol. <laughs> uh, We hebben een popular opinion gehad, we hebben uh, nabeschouwing gehad. Uh, dan is het tijd voor uh, jullie mogen kiezen of transferactualiteit of voorbeschouwingen. Gewoon. Zeg een keer wat je hebt over transfers. Wat Transfer, nieuwtjes? Welke nieuwtjes hebben <laughs> um, het, zijn, het is een beetje heel stil. Uh, ik vind niks, alleen niet zo heel veel nieuws. Um, vandaag was er een nieuwe update over Castromontes. Uh, hm. uh, vanaf vandaag zouden er gesprekken gaande zijn tussen Castromontes zelf en Union over een mogelijke transfer. Ja, zelfs beslissende gesprekken ja, of zo, inderdaad. Zo, in de finale fase Dan het ja. bedrag zou rond de 2 miljoen liggen waar ik mij eigenlijk totaal niet kan inbeelden. Ja, dat is mij heel weinig. Hoor. Zo weinig. Ja. Ja. Nee. Is dat omdat hij nog weinig contract heeft of zo? Ik weet tijd? het. Niet. Of, hoe lang heeft hij ja. nog contract? Dat is 3 jaar denk de ik. dit jaar. Dat is sowieso wel een, een grote factor. Maar ja. Ja. Ik weet, kan, me, kan er mij niet van ja, ik, ontdoen dat er een extra reden is. Maar ik snap ook niet, want Gent zegt, Gent zegt van oké, okay, je ja, mag naar Union gaan, maar Castremont is bleef aanhangen van ik wil naar het buitenland en nu toch? Ja. Hij, heeft, hij heeft zelf nee gezegd. Hè. Het was een ja. al, al een akkoord tussen Gent en Union. Ja, hij heeft ja, zelf gezegd: zelf niet, ja. Ja. Ja, nee, voor mij hoeft dat niet, dat is niet waar ik naar op zoek ben. Ik ja. denk dat Gent hem nu wel pusht naar de uitgang omdat het nog vier dagen is en dat er misschien andere clubs niet concreet zijn. En ja. dat het dan wel 2 miljoen is, ja, ja, dat is 2 miljoen of niks waarschijnlijk, want een nieuw contract gaat er niet komen. Ja. En dan loopt het af. Het ja, Toulouse uh, was heel dichtbij. En, allee, daarom weet ik nu niks meer verder van, maar zij waren toch wel, denk ik, samen met jou de hoofdkandidaat om uh, hem te, te signen. Uh, 2 ja. 2 miljoen ervoor, uit, is ja. echt weinig. 2 miljoen is heel weinig. Ik kan me eigenlijk ja. ergens niet voorstellen dat ze hem geen nieuw contract hadden gegeven. Ja. Denk eh, ik Contrast Contrast dat hadden dat is, denk zo. dat Montes zelf. Uh, hij heeft zelf een verzoek ingediend. Ja, ja. Ja. Dus dat, dat wilt je niet blijven en om dan een nieuw contract te tekenen voor drie jaar is misschien ook maar een rare combinatie. Ja, ja. En ja, ik denk ja, ook met, met onze vervangers, uh, Artje Brown en uh, Fadiga, dat we het toch wel echt wel, uh, dat, dat, dat we het zien ook aan de ploeg dat we hem niet meer nodig hebben. Ja, zien dat we hem niet meer nodig hebben, dat zou ja. ook nog niet zeggen. Dat, dat is gewoon om, maar ja. Soms heb ik heb wel al gedacht de afgelopen twee matchen van de zou een goede kast ja, wel. wel handig zijn. Ik ook. Ik zei dat aan de rust tegen Apoel ook van ja, de creativiteit. Ja. Ja. Dat is het toch een beetje. De creativiteit en de precisie vooral daarin. Want ik vond Brown uh, wel goed en goede bedoelingen en zo. Maar zijn precisie was soms... Ik ja, denk dat hij nog net gaat tekortkomen tegen Brugge. Ja, dat zou kunnen. Ik denk dat. Ik ja. denk, de, de, denk dat hij heel erg powerful is tegen kleinere clubs, om het zo te zeggen. Maar ik denk, als het echt toppers gaan zijn, dat hij wel moeilijk... Maar ik denk dat, gaan ik gaan. Denk dat Brown... kan de, mij altijd verrassen. Ik denk dan. dat Brown het spel van Gent nog niet goed kent. Ja, dat kan ook denk, allee, Dat hij, zag ik vooral in de eerste normaal, wedstrijd, dat hij heel sterk was uh, op de 1 op 1. Hij had uh, denk ik, één training of zo ja, samen gedaan. Het, dus, dat, ja. dus ik denk als hij echt het, het spel van heen goed onder de knie krijgt, denk ik dat echt een, dat een heel zijn, goede voetballer ja. kan worden. Ja. Allee, en juist op... zijn, zijn, als hij dieper in het veld komt, wordt hij zenuwachtig. Ja. ja. Ik heb dat ook gezien. Dat, Je ziet dat hij zenuwachtig wordt en dat hij eigenlijk. Shit, ik moet scoren van deze ja, positie. Ja. Waardoor als hij, zoveel, uh, hij ziet hem nadenken bijna. Van wat moet ik nu doen? Ja. Dat moet je niet doen. Hè. Nee, Die druk, je wonen, eh. ja. Tegen Apporel komt hij dan zo um, allez, helemaal naar voren, zoals ik dat gezegd. zeg. Ja. Linker. flank op een positie dat hij eigenlijk zo ofwel buitenom of naar binnen moet gaan. Ja. En dan zie je hem overstapjes ja. maken en zo. <laughs> en zo. En zo een beetje dat hij te ja. En dan gaat hij doen. toch maar gewoon weer naar achteren en heeft een pasje oh. naar achteren zo. Ja. Ja. Dat is gewoon zo, dat zelfvertrouwen, het spel leren kennen. Ja, ik voilà. denk wel dat hij daar een goeie goede persoon is om hem daarin als te begeleiden. Als je weet waar dat je teamnoten gaan staan, ja. en naar waar dat je kunt passen, dan denk ik dat je gewoon voorbij die man gaat. Dat is ook dat een spelersinstinct. Ja. Ja, voilà. Dat is waarschijnlijk als hij heel zijn leven al links verdedigend, linkerflank staat. Ja, dan het soms zelfs centraal van achteren gehoord. Ja, het is een, ja, het is ja. een polyvalente speler. Dan, uh, ja, dan is het ook wel normaal dat je niet veel in die positie Komt dus dat je een beetje, ja. dus denk dat hij daarin wel nog gaan moeten groeien. Ja, maar zat ja. sowieso wel op train, denk dat hij een bal met als links voor heeft ook waarom ja. dat ik dat dacht van dat hij misschien heen tekort komen is gewoon puur al die grote matchen is omdat je daar veel minder die momenten gaat hebben dat je daar komt. Ja, dus dan moet je het wel goed doen. Ja. Ja. ja, nu tegen het, like, tegen al hadden we al verschillende keren dat hij daar gaan staan. Dan kan hij wel een keer proberen en mislukt een keer. Hij had nog wel kansen. Dus ook gewoon, maar, ja, die man verdedigen, ja, alleen maar. Ja, tegen. tegen Brugge zal ook wel niet zoveel kansen krijgen dan, ja. om daar te staan. Hij heeft wel echt een heel goede voorzet in zijn voet. Dat, Omdat wel, dat hij daar ja. tegen centraal een paar ballen perfect allee, brengt. Dan denk ik denk van ja, Santé. Zo, hij heeft zo'n stevige. Ja, zo stevige. stevige hij weet perfect wat hij is. Dus ja. Echt bijna een kunstvoorzet zou ik zeggen. Zo hard en laag en zo. Ja. strak zo. Ja, echt goed. Niet ja. zo teveel zo te veel boogbalken dat de keeper ja. kan uitkomen, hozo. Goed. Ja. Maar het zijn van die spelers die als ze een voorzet geven, die bal gaat 10 meter in de lucht ja. doen, Dan ja. Dat de keeper kan perfect inschatten waar die bal gaan komen, kan hij gewoon plukken. Maar als ze echt een strakke voorzet heeft, die ja. echt snel komt. Ja. Maar ik vind ook, ja. nu om een ander speler een beetje aan te halen, ik vind Fadiga ik vind ook echt een schitterende speler. En ik heb het gevoel dat hij zo'n beetje door uh, Brown zijn uh, toch wel opvallende prestaties soms, dat hij een beetje in de schaduw van hem gaat leven. Terwijl Fadiga ook wel echt... Fadiga vind ik tegenovergestelde. Ik vind dat hij verdedigend iets minder is en aanvallend ja, iets beter. Hij, ja, ja. hij is ook echt nooit echt die verdedigende rol gehad. Ja. Dus daarom moet dat nog aanpassen. En ook de jongen heeft hoe lang een jaar stilgezeten. Ja. Maar hij heeft wel wat matchen bij, bij Brest. denk niet zoveel. Ik tijdens... denk, hij is Wanneer... redelijk wel geblesseerd geweest. En dan denk ik, was hij in maart... Dat hij dan dat nieuws heeft gehad. Ja. Juist, dat Ja, dus nee. Daarvoor was hij ook wel geblesseerd geweest, maar ik denk dat hij toch vijftiental matchen heeft minuten gemaakt. Ja, ja maar het was, was gewoon op tijd. Maar toch, als je zo lang stil zit. Brest nee. is ook nog een goede ploeg. Allee, in de Ligue 1, dat wordt echt vaak onderschat. Ik volg dat enorm, omdat ik wel Franse afkomst heb. En automatisch zijn ze daar meer in geïnteresseerd. En dat wordt echt onderschat, maar dat niveau is echt nog. Uh, Allee, moet dat zijn. Uiteindelijk Brest wordt gezien als 14e, 15e groot. Alleen grootste club van de League UI ja, ja. als het als lager is. Maar dan zijn ze eigenlijk bijna allemaal van het niveau van Fadiga. Dat, wel echt... Allee, dus, dat is eigenlijk echt een goede transfer. Ze. Dat ja. is uh, zeker voor zijn leeftijd en met zijn achtergrond. Ja, ja. ja, gratis ook, toch? Ah ja, gratis. Ja, want hij mocht daar niet spelen. Ik ja. kan me ook is... niet voorstellen dat we de enige waren die aan Ja, En ook, desondanks um, zijn uh, hartproblemen en de, zijn uh, allez, wedstrijd met breken, heeft hij ook blijkbaar echt... Schitterende medische testen afgelegd dat hij dat, dat toch wel opviel. Van jij zit hier zo lang stil, maar ja, hij... zal wel blijven trainen, zeker. Ja, alleen ja. sowieso blijven trainen, maar toch dat wilde ook wel iets zeggen van wat voor speler inderdaad dat hij zo voor kwaliteiten dat hij heeft. Ik denk, ik denk dat mentaal ook... sterk. Ja, ik denk dat een beetje zelfs dat hij had ook uh, in zijn hoofd een beetje zo was van ja. Kijk, ja. Uh, ik heb zijn problemen gehad, maar ik wil me echt het een bewijzen, de bewijzen ja. dat dat er eigenlijk geen probleem is. Die, ja. die hard dat hij had in het verleden. Dus ja. Ja. Kijk, uh, andere transfer, uh, transfernieuws is, uh, er was een interview in, uh, in Oostenrijk met de uh, Sky Sports Oostenrijk of in een of andere kant daar, een uh, betrouwbare bron waarbij dat ze vermelden dat uh, Piatkowski uh, zal blijven bij Salzburg. Dus uh, die, uh, daar nemen we jammer genoeg afscheid van. Ik vind het heel pijnlijk, want ja, ik vond het een Dat is inderdaad spijtig, want ik wist al van in het begin van de zomer dat niet ging lukken, maar... Hij had mij daar in vertrouwen gezegd. En hij ging. Er waren toch. Allee, hij wou het toch. Maar er was een bot uit de Premier League van 9,7 miljoen of zo. Ja, dat kan Gent niet betalen. En ja. Salzburg had dat afgewezen omdat ze dat te weinig vonden. Oeh, oh. oh. ja. Dus ze zien hem echt wel als toekomstige verdediger ja. van, hun, van hun ploeg. Maar hij zit nu wel weer op de bank. Ja, want ze maar, hebben nu vier blessures achteraan. Nou wel. Al oh, veel. Ze zeiden. Bij Salzburg loopt er heel veel rond. Ja. Om die ook nog een jongere ploeg, hem een tweede. levering En dan nog denk ik, een derde ploeg ook ergens. Oh Mooi. Ja, dus uh, daar, uh, daar loopt het vol met jonge gasten, Dus denk ik denk wel dat hij zijn kans gaat moeten grijpen. En met een beetje chance, als hij niet speelt in januari, kunnen we hem toch nog lenen. Goh, met aankomst. Ja, nee, <laughs> want dan wil hij, wel, hij, wou, hij wou wel echt weer uitgeneend worden. Want ja. hij wist dat kopen niet ging lukken. Maar dat was niet wat de Salzburg in gedacht had. Ja, want daar was er heel Daar was er eigenlijk een, quasi een akkoord tussen Gent en Salzburg met een leen. Hmm. Maar dan waren er plots twee wedstrijden achterin. Dat de twee centrale verdedigers, dus in totaal vier, die geblesseerd zijn voor toch wel een langere tijd. Ja. Dus ja. Wat je gezegd heeft u daar in vertrouwen gezegd? Weet je dan nog zo'n transfernieuwtjes of zo? <laughs> in een zeggen ze er echt niks van. Wel zo subtiele hints of zo. Ja. Dat krijg ik soms wel. Maar ik probeer ze zo, zo weinig mogelijk lastig te vallen. Allee, ze herkennen mij wel en als ik ze zie dan babbel ik wel zo maar dan keer. in persoon ook ja als ik bijvoorbeeld in de stad ben en ik zie ze dan ja allee, voor mijn dag die <laughs> dat is een superlief haast dat is ongelooflijk dan kan je gewoon zo een keer 10 minuten meestal babbelen ja. en die, die gaan die we ook niet juist om weg te stappen of zo of zo van allee, ja, ik moet door ja, ja, ja. die babbelt echt met mij ik had hem zo gevraagd, ja, weet je eigenlijk dat ik ben of zo, dat hij altijd zo met mij babbelt. En, zo, en dan zegt hij zo, ja, tuurlijk. Zo, uh, zo vraagde hij dat nu pas. Ja, ik denk dat ook al als speler, kijk naar die spionkop, hij staat er als ja, voorste man op ja. natuurlijk, ja. Ja, maar ik ga ook niet zo snel bijvoorbeeld naar de Majzer gaan staan of zo. Ik heb dat denk ik, de laatste keer dat ik echt per se daar wou staan, was voor Rafinha, omdat hij wegging. Ja. Omdat dat toch zo'n een beetje een, een stuk was van mijn. Uh, van mijn, ja, hoe zeg je dat? De jeugd die je zo hebt meegemaakt, ja. zo een beetje het laatste echte. Ik had dat mij al zagen, ja, ja, ja. Dingen Rafinha is het laatste echte stukje van de not voor, voor mij, ja, zo. Dat was zo, dat, dat vond ik wel jammer. Die hebben ja, die had gezegd dat hij een keer wil langskomen. Ik had hem uitgenodigd voor een keer bij ons te staan. Ja, tof, tof, uh, dat is niet zo makkelijk om dan met Finland en zo in de competitie, maar is nu gestopt, ja. En je hebt mij gezegd, ook hem nog een keer dat moest je het vragen. Dus eigenlijk zou ik hem binnenkort een keer moeten vragen. Dat een leuke, ik vind dat, dat ook een leuke, aangename mens. Ja, dat is wel echt. Ja. En uiteindelijk is die kampioen met ons die heeft gespeeld in de Sowieso? Champions League. Ja, ja, ja. ja. En het grappige is, ja, grappig ja. is dat hij het jaar daarvoor eigenlijk aan het sukkelen was, tot en met. Ja. Tegen ploegen, wat dat je van denkt. ik? Oh, ik zie ons nog in play of twee sukkelen daar. Dat we 0-1 achter stonden, tegen Oostende. En om de duur begonnen we te roepen voor Oostende... Ja, Als Gent in balbezit kwam, begonnen ze, begon ze echt gewoon uit te jouwen. En dan kwam we stand in balbezit, heel stadion oi, oi. Nou, En toen we 0 stonden, <totop> ja, dat was vreemd. We stonden, dat jaar dat we 12 zijn geëindigd? Nee, zevende Dat we Play of 2 aan moeten spelen, ik ben niet ja. aan twijfelen welk van die, van die twee jaar dat is. Het is ja, zevende. is 7 ja, 7 zevende. Ja. Ja, zevende zijn geëindigd. En uh, toen moesten we in Play of 2 tegen Lierse, Oostende, met Habibu Ja. Habibo. Habib. Habib, ja. De ene liefhebber. Van, oh, ja. Was ja, ik weet het ook niet. Wat was daar dat hij zo vastpakte? Ja. Dat was zo'n beest op plein. Hè. Ik weet het ook niet meer wat was. Iets raars. Ja. En dat was ook zo'n zo liedje dan van hem. Habibo. Habibo. Habib. Dat weet ik niet. We ik denk dat een oh. keer op oh, yeah. ik keer ook moet opzoeken. Ik zou het ook kunnen vinden, die wedstrijden ja. terugkijken. Want als hij scoorde, was er, eh, was er zoiets speciaals dan ze afspeelden. Zo thuis die ze oh. waren, weet ik dan nog. Ik ga ja, een keer opzoeken straks. Ik ja, denk, de uh, denk dat dat zelf nog die goaltje was van het begin van het kampioenjaar. Want hij is toen vertrokken in de zomer. En dat de eerste nog had gescoord in al oh. het hm. Dat is echt al lang geleden, dat is al acht jaar geleden. Ja, ik keek toen alleen maar nog op tv, dus uh, niet in het stadion. Hm. Ik was wel al in het stadion. Hm. Ik dat niet is lang geleden. Ik heb niet zo'n oh. goed geheugen. Ik was er nog niet bezig met zelf. Het zijn echt dingen die mij zo bijblijven. Er zijn zo'n paar dingen die zo gegrift staan in mijn hoofd. Ja, maar nu dat je het ja. zegt, inderdaad, er was een liedje, maar hoe dat gaat... Ja. Zo van M&M ook. Ach, geen... dan ook. Dat is echt de heer al. Dat weet ik niet meer. Nee. Als het weet, denk ik het een keer. Oh, goed, nee, nee, nee. Dat kan... ja. Ik weet het, maar ik ga het niet nadenken. Ik ga gewoon okay. de link zoeken. Okay. Dan kunnen we misschien plaatsen online. Ja. O oh, ja, kijk. Um, Welke nieuwtjes hebben we nu allemaal gehad? We hebben uh, Castromontes gehad. We hebben Camille gehad. Ja... Um, Tottenham, die geïnteresseerd zou zijn in Orban, heeft plots interesse getoond in andere spits. Wat dus eigenlijk zou kunnen zeggen dat ze toch Orban niet zouden willen. Ze zouden gaan voor de spits van Nottingham Forest. Geen idee wie dat die, hoe dat die noemt. Maar... Dat is een abonnee. Ja. ja. Nottingham Forest. Oh, ja. he. he. ja. 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 Die heeft ook nog gescoord, denk ik, dit weekend. tegen uh, Ja, Maar die staat no op één yeah. in de tozettiranking. Ja. Ja, die had een paar matches op rij, dat hij gescoord Heel he. Veel als Haaland. En veel freaks. <laughs> freaks. Ik, was ik, was, uh, ik was echt aan het kijken <laughs> ja. naar die match, met United tegen Nottingham Forest. En ik dacht echt, ik zie soms die Abonieën die bij ons geen en twee kon schoppen. <laughs> ja. Om het zo te zeggen. Ja. En tegelijkertijd zag ik ook vaak de Alonie dat ik dacht: van ja, dat is eigenlijk degene waarom dat wij Ja. Maar tot namens het is wel interesse getoond hebben in hem en meer aan het afhaken zijn over Orban. Awoniye hmm. is dat niet ook zo'n spits die... alleen Nottingham die verwacht daar minder van dan Hent. Misschien hem verwacht dat hij ook in het spel goed is, o, maar wij hebben hem goed. veel kansen gegeven. Oh. Ja, en hij heeft veel Zelfen kansen, letterlijk kansen gemist ook, ja. bij ons. Echt enorm gefrustreerd geweest, want die werd echt binnengehaald. Die had zo'n seizoen bij uh, Muscroune. Ja, denk het. Muscoen, dat hij enorm ja. goed was en dan uh, bij ons tegenovergestelde. overgestelde. Maar dat is vaak, maar. hè. Dat is een spelerzaal. Ik weet dat hij wel ja. nog scoorde, zo ja. tegen in de voorronde van de Europa League of ben zo. Dat hij twee keer heeft gescoord ofzo, van de 16 keer ofzo, dat hij heeft gespeeld. Ik denk dat dat zoiets is. Zo in die, uh maar in die andere veertien matchen, om het zo te zijn, moest hij ook eigenlijk elke match van een keer scoren. Ja. ja. En dan hebben we nu spitsen die elke wedstrijd twee keer of ja. drie keer scoren, ja. Kijk, het is misschien goed dat Orban de laatste tijd zo iets minder scoorde, dat tot nu toe misschien gewoon even kijken ja. naar Awonie. Maar ja, ik, ik zei het van het begin van de transferperiode, ik, ik zou me echt verbazen als Orban zou weggaan. Ik zie geen enkele club dat risico nemen om nu een spits te halen die een half jaar stunt. Ja. En daar 30 miljoen voor te betalen om dan misschien te riskeren dat hij bij u faalt. Dus daarom leek het, het leek mij ook altijd logischer dat hij in de winter zou weggaan, dat hij in de zomer al zou weggaan. Ja, oké. Okay. Nog transfernieuws? Uh, ja, er was uh, uh, iemand die grappig wou zijn op uh, Twitter, die had gezegd dat ze uh, uh, noemt hij in de Duitse ploeg nu weer. Uh, uh, geen idee. Dat, uh, dat Kuipers een akkoord hebben met die, uh, met die club. En iedereen op Twitter was er een, een grote chaos op. Maar als je het account bekijkt, was het één dag aangemaakt. Dat is dus gewoon fake. Dus dat is waarschijnlijk gewoon fake. Oké, okay, ja. Dus de transfer niet, tot, uh, tot hier. No. Oké, okay, dan uh, houden we het nog mee. Meestal als het rustig is, is het ook echt rustig bij ons. Ja, maar elkaar... bij Gent wordt er heel weinig gelekt, hè. Nee, dat is goed. Dat moet ook niet. Ja. ja. Ik probeer ja. Altijd andere is een zeef. Bij Anderlecht ja. is het een zeef. Ja. Dan zie je zo al twee weken op voorhand dat, dat ze die in de vastkast wil. En dat duurt dan nog twee weken en dan komt hij. En dat is bij heel veel spelers, bij, bij bijvoorbeeld Anderlecht, zo en ook bij andere ploegen. Maar dat lijkt mij niet zo gezond. Ja, bij dat kan goed. Is want als dat lekt, dan komen er ook andere ploegen. Die Hmm. Nee, want bij, bij Gent niet Bij Watanabe was het Kortrijk zelf die het eerder naar buiten bracht Tuurlijk bij Gant... Krijs, uh, ja. Als ze er nog komen voor Watanabe Bij Gandolman uh, was het ook De Israëlische club die het naar buiten bracht Dat is vaak zo uh, Bij Kandus was het uit het niks Ja, hè? ja en eigenlijk al, al, al die transfers was allemaal uit het niks De maakleider is zelf gekomen naar Gent Van Kandus? Ja, de maakleider heeft hem zelf voorgesteld ja, Want hij kon ook kiezen tussen Gent en, uh, en Brugge ja, zijn makelaar heeft zelf een ronde gedaan, ja, uh -huh. dat hij ergens anders naartoe had. Dat het tijd was voor iets nieuws. Waarschijnlijk ook omdat hij weet dat hij er heel wat ging vertrekken en dat hij dacht van ik denk dat nu het jaar is dat Union ja. downfallen. Ja. Dat is trouwens ja. ook de reden waarom ik dat raar vind dat Monte dan toch nog naar Union zou gaan. Ik vind dat ook vreemd. Ja. Tegen zijn zin, bij wijze van spreken. Maar dat je niet dat vorig jaar, misschien wel, maar nu dat dat toch zeker geen stap op is. Ik denk dat dat ook de reden is waarom dat hij daar niet naartoe wil gaan. Ja. Ja. Vorig seizoen zou ik nog kunnen zeggen van ja oké, okay, die, die ploeg is beter. Ja. Maar nu zijn ze dan nog veel raster weg. De ja, is ja. gewoon een een, een Daar gaan ja. er allemaal spelers bij naartoe en die gaan het jaar daarna weer weg. Pff, lo, Als, ja dan nu ook weer niet. Want ja er zijn het is nu al twee, twee drie jaar dat zo is. Er waren de afgelopen jaren wel heel veel spelers die er ook waren in de tweede klasse. Ja Om... veel. Ja, ik redelijk, het normaal, ja, redelijk wel. Ja, ja is nu wel een exponent, maar oh, nu niet mijn hoofd. Het. Het. Maurice ook, toch? Denk, ja. denk zes spelers of zo die vorig jaar nog daar speelden, waren er ook in 1B. Twee jaar ja. ervoor. ja, ah, ja oké. Okay. Maar daardoor dat die basis zo wat hetzelfde bleven ja. dat, dat dat zo stevig was, maar nu zijn er we wel redelijk wat weg. Nu zijn er meer dan anders nog echt ja. weggegaan. En ik heb het gevoel dat het bij Gent niet zo is, want Gent is normaal gezien dat heel onze basis ja. vertrekt. Terwijl ja. dat... Maar het is nu wel. Dus we hebben ze wel echt, Hort, sinds hij terug is, zo een nieuwe weg in de slaan. Ik vind het goed. Zo wat harder geweest in transferpolitiek. Ik ja. bedoelde van. Pff, gewoon niet zo, die zo 20 spelers kopen en dan hopen dat er ja. vier goed bij zitten. Ja, ja. Ja. Elke ja. speler die nu komt is eigenlijk wel echt al een schot in de roos geweest en dat is eigenlijk echt zot. Als je daarover nadenkt, ja. elk speler ja. die tot nu toe hier ja. is toegekomen, de laatste twee jaar, ja. ik zou er misschien eentje over het hoofd zien dat niet goed is. zou kunnen. Maar dat is ja, echt enorm, ja. enorm gek. Als, al dat, veel zegt, van, uh... als dat vergelijkt met vijf jaar geleden, of, ja. uh, dat, dat waren 20 transfers en hoop dat er één goede bij zat. Maar we hebben hier al veel gezegd hè, van Cardenas: dat hij echt goed werkt, is. Uh, ja. Dat is echt ja. een heel goede scout. En nu dat we Cardenas aanhalen, moeten we toch wel keer reageren op het, wat ja. er gebeurd is. Uh, ja, om uh, ja, iedereen heeft het wel gehoord, uh, om het kort uit te leggen. Was, uh, de sp uh, spelervoorstelling van uh, Gandelman en uh, Brown uh, werd geleid door uh, de hoofdscout Cardenas en Tom van den Bulken. Uh, shout out, Tom. Wie uh, dus, doet uh, met onze FPL-league. Hij staat de uh, ja, ja, ja. Dat, uh, tweede of derde? Tweede, nu denk ik. Tweede, ja. Uh, maar bon, uh, dus uh, Cardenas had gezegd dat, uh, um, dat Gandelman 100% een transfer van hij is en dat hij daar niet meer aan gelinkt zou worden. Waar ik eigenlijk al vroeger wist, want iemand had mij dat al vroeger ge gezegd, maar ik wist niet wat ik ermee moest doen. Um, uh, maar ja, dat het dus echt wel misschien een beetje een intern conflict is. Uh, ik snap, ik, ik vond het niet oké okay dat uh, Gandelman daar zo over sprak, gelijk hoe hij zegt, met de speler erbij. Maar ik snap Cardenas ook wel, omdat hij staat in voor de scouting. Dus het is zo heel, ik vind het heel dubbel het verhaal. Maar ik kreeg die vraag toch van ja. Uh maar wie komt die speler? Was ja. dat niet gewoon de vraag van, ja, ja. van de coach? Maar ja. ik, vind, ik vind het gewoon niet, niet, niet oké okay um. dat, je, dat je zo zegt: het is 100% de speler van de coach. Ik wil er niet aan gelinkt ja. worden. Ja, ja inderdaad. Ja. Hij neemt is, afstand het, is het, is het van. naast je? Hij, ja, hij neemt er dan zo afstand van. Hij had ja. wel zo het gevoel, ik kreeg zo het gevoel in die persconferentie als ik die keek: van ja, Brown kan is ook hier. positief zijn. Hè. Dat, dat kan ik? ook zijn dat hij echt gewoon de credits wil geven aan hen, aan ja. ja, dat klopt. Ja, um. dat kan, dat kan, ja. Ja, laten we dat, dat is. hopen dat het zo is dan. Ja, niet alles moet negatief benaderd worden. Het zou ook even goed kunnen dat hij gewoon dacht van, ja, ik ga dat hier nu niet zetten op mij nemen. Want hoe komt dat dan over binnen de club? Want iedereen binnen de club weet dat dat bijvoorbeeld niet van mij is. Ja, ja voilà. Als hij dat zegt, dan is het misschien ook niet goed. Ja, dat ja. komt wel. Dat is, like, ja. allez, ik ben bijvoorbeeld van de groep vaak. Als er iets gebeurt, is dat negatief. Als er positieve dingen gebeuren, is dat dan positief. Maar er zijn wel heel veel jongens die dag en nacht daarmee bezig zijn met de zaken die wij aan het doen zijn. Lijkt onze shop en zo. Je snapt wat ik wil zeggen, dat is ze, dat ik dan zou zeggen dat dat door mij er komt als totaal niet waar. Want bijvoorbeeld in de shop hè, doe ik eigenlijk twee keer niks. Dat zijn allemaal andere jongens die daar nog mee bezig zijn, die daar super veel respect voor verdienen. Hm. Dus dan ga ik dat ook zeggen: van ja, zijn, zijn zij die daarvoor nou zorgen en niet ik. Dat je ja, je snapt het, zo ja. vergelijk ik dat dan een beetje. Ja. Maar dan bijvoorbeeld aan het antwoord van Hein vond ik dan wel iets te grof, want die zei het dan van. Uh, ja Er zijn hier al zoveel spelers geweest. Dit jaar zijn er maar twee die gekomen zijn door de scoutingcel. snap ja. je dat zijn zo'n details dat je niet moet aanhalen als je letterlijk bijna iemand zwart maken Ik, ik vind ook gewoon ik dat, hij dat hij daar is... een beetje te, 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 te ver in ja. te hevig op reageert. Ja. Ik bedoel, alleen denk dan Hij, van hij, ook, zijn hij gegeven zei gegeven. ook: van: Ah ja, uh, ik, ging, ik had Kuipers, was ook nie, iemand die niemand wou, maar ik wou die per se. Uh, ja, ja. oké. Okay. Maar hij maar, had dikwijls een keer zijn, zijn gedacht op een... Ja. Ja. Bedoel, maar hij wist dat die vragen gingen komen. Door. kon je daar toch een beetje op voorbereiden. Om, om hij slaat hem zelf graag. Ja, ja inderdaad. En daar slaat hij ook werkers. soms met de supporters. Ja. ja. Het is een, uh, iemand eigenlijk iemand die graag aandacht heeft. Dat is ondanks dat dat soms niet leek. Het is iemand die graag aandacht heeft. Ik denk dat wel. Dat is wel zo, ja. Oké, okay, hey, we love you, we trust you. <laughs> je <laughs> maar, doet het goed. <laughs> bij de persconferentie kreeg ik wel gewoon het gevoel, die persconferentie van Brown en uh, Kandelman dan, dat Brown zo ja de, ja de leuke speler is en dat Donaldson Terwijl... zo mannelijk klaar is, dat kreeg je zo een beetje daarvan. Maar ik hoop gewoon dat, dat heel goed interne in het is echt heel goed in geval. Ja, 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 ja Die stond rechts. Echt bijna in de spits. En dan twee seconden later zag hij die links achter helpen. Ja, ja. dat is echt heel. En die, die zweeft bijna over dat veld door zijn gestalte. Ja. Dat lijkt echt. Ja, maar heb je gezien hoe hoog hij kan springen? Hij was daar aan de zijkant aan het opwarmen. Diener zit daar ook te springen? En ik denk van ja, maar. een moeilijke situatie. Is als Cristiano Ronaldo. Hier. Ja, als zo één 1, 1 is en het is minuut 85 en we moeten ja. winnen. tegen bijvoorbeeld Eupen thuis. Ja. Dat ja. hij hem gewoon in de spits zet voor zijn kopbalkracht. Gelijk ja, ja. Ja, hoe dat een ja, de, ja, de vorige was. En ook gewoon als zijn voorsprong moet verdedigen. Denk je dat hij ook van ja. net kan zijn. Ja, ja, extra de Ik ja. denk niet dat ze met hoge ballen tegen ons gaan moeten beginnen. Nee. Nee, ja, Bij onze onze dus, leden, als, eh, als je van. Jordan, Watanabe, Kandus, en nu Gandelman. Ja. Ja, ja. ja, en dus ook, ook, ook Kuipers eigenlijk. Als ja. die ja. op corner kan terugkomen, dat is ook nog groot. Hè. Ja, doet ja. dat ook. 1,89 ja. meter, ja. tachtig, dat is ook in een kleine. Ja. En die vormen je wel allemaal <laughs> Maar niemand is het <laughs> nog <dan> nu. <hè? laughs> Ik ga daar <laughs> aan staan. Ik geef me een contract. <laughs> zie je zo in, inbrengen als ze zo een voorsprong is. <laughs> voor het water aan te geven. <laughs> los mijn hoofd tegen een bal. Bong. Ik probeer het, wel. <laughs> <Beetje water hebben. laughs> ja, en uh, dat was toch wel nu dat je zegt Jordan, denk ik daaraan. Uh, hij was geblesseerd, af de kant gehaald, uh, er zou niks ernstigs zijn. Dus. Nee? Oh, maar het heeft goed. al vrij lang geduurd en dat hij gewisseld werd. Ja. Ja. Hij, hij was echt al drie keer aan zitten. heel veel aan het stukken, hij ja. een heel ja. hard man Ik vroeg me af: wilde hij dan ook voortspelen? Ik of het was gewoon de ploeg die zei: van, nog even wachten en de wissel weer komt? Goed, dat heeft een beetje ze Maar vorig seizoen heeft hij zeker de laatste paar wedstrijden allemaal met inspuitingen gespeeld. Nee, dat, is... dat is het voordeel als je niet in het stadion moet kijken. Hè. Ja. Als je op café kijkt, gaat dat allemaal sneller die minuten. Ja. 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 Dan draait je, ja. je even om en ga je er nog een puntje. Ja, ik zat daar te kijken van die has zit nog altijd te manken. Hij ja. werd super hard ontweken in het spel. Apol viel plots heel de hele tijd aan langs zijn kant. Ja. <laughs> ja, denk ik denk van, zet u gewoon neer, wacht totdat ja. die wissel klaar Was ik aan het denken van, heen, alsjeblieft, wisselt die jongen, die kwam ja. niet voort. Maar ik dacht echt nog van, hij gaat niet die rom laten staan. Maar ik was echt ja, aan het denken van, heb je nog wissels? Uh, tuurlijk, want het is heen en heen. Nee, altijd wissels over. Uh, ja, je wacht soms lang. Hè. Ja, ja. Nee, dat wacht heel lang. Uh, maar ja, bon, um, de transfermarkt, by the way, hij uh, sluit binnen drie dagen. Niet voor ons, wel voor bijna alle top topleaks. Uh, Engeland sluit op 1 september. Frankrijk sluit op 1 september. Ja. Wij blijven open tot 3 september. Dus wij mogen nog doen. Dat was niet dan. zes? 6. Oeh, zes. Ja, dat is iets langer dan normaal. Maar in België, hè? Ik dus... uh, denk dat drie ook al langer is dan normaal. Toch? Ja, ja het 1 september sluit hij voor de top Ik hoop eigenlijk dat het niet te lang meer is. Ik vind ja. het goed dat dat is. Misschien ja. nog eentje erbij of zo. Maar ja. Ja. uit een andere jaren moeten we niet klaar. Gewoon ja, nog, een, nog een grote spits die we kunnen inbrengen. Ja, of... En misschien nog een extra maar dan bloem. hebben we wel echt een probleem. Ik weet zelfs niet of dat spits dat en ja. spitsen zijn. We hebben er nu al drie. Het is wel een beetje dubbel. Misschien als inderdaad Orban en Kuipers en Tissedeli nog blijven, dan geen spits en echt die middenvelder. Dan is dat niet nodig, denk ik. Dan ja. is het inderdaad niet nodig. Ja, kijk. En dan spelen we los kampioen. <laughs> <laughs> okay, ja, dan nou we door naar uh, Club Brugge, zeker? Uh, ja, eerst, we zullen eerst de pro pronostiek doen van uh, nu tegen Apul. Ah, oké. Okay. Ja, ja, juist. Ja, ja, juist. Uh, de pronostiek is dus, uh, ge gezegd hoeveel dat gaat worden. Je zegt wie dat de goal scoort van Gent. Heb je de score, dus krijg je 250 gram pralines. Heb je de spelers erbij, dan dus krijg je 500 gram pralines. Of iets ja, in de prijs. Of een goed. hamburger in de gelankoe. Ja, <laughs> ja, ik vrouw. heb je ook al een paar keer drugs geschreven. Mag je het dat ook uh, buiten de gelankoe? Tuurlijk, tuurlijk. Timo, jij zit op de eerste stoel. Ah, ja, juist. Eerst in um, Apuwele. Appel. ja, voor verwachten we eigenlijk. We zitten hier allemaal zo, ja. warm, dus we zitten gewoon. Ja, appel die moeten wel pushen hè nu. We ja. al... Maar we zitten wel een beetje in sitback. Ja. Dus ik ik een heb goed. al gehoord. Ja. Uh, Sapinto heeft gezegd dat hij 100% zeker is dat hij ja. ploeg doorgaat. Echt? Maar Sapinto is een clown. Ja, sorry. Het is een clown. Ja. Ik, had, ik had gelezen, ik weet niet. Meer. Het een nieuwsblad, een denk krant. ik. Ja, Ik ja. denk dat en dat vermoeiend zei... is. Oh. daarmee in de kleedkamer zitten, <laughs> elke dag. Ja. Maar ja, ik had het ook gezegd, tegen jullie van. Nu, we moeten eigenlijk bij zijn dat we 2-0 gaan, want zij moeten twee keer scoren dat het gelijk is. Terwijl we voor het club moet nu tegen. Eh, Osasuna. Osasuna is Het één hootje verschil en oké, okay, ja. ja, ze spelen wel thuis, maar bedoel, we hebben gezien. Allee, ik heb die wedstrijd toch een beetje allee, wel bekeken. Echt een is het is inderdaad een kutploeg, maar ze kunnen wel echt dingen bereiken. Zei? Ja, maar ik... het is zo, typische, zo -Amerikaanse ja. het typische Zuid-Amerikaanse stijl bijna. Heel, heel de veel hard. klagen, heel erg hard in duel, ja. nee Tijdrekken en zo van die dingen. Het is ja, echt een zo... harde ploeg. Ja. maar over tijd heb gesproken ook over hoe dat ze tackelen, ja. ik denk dat ze meer schrik hebben voor blessures dan dat, dat ze niet doorgaan. Dat ik denk dat, ze hebben wel meer kwaliteit dan nu, zoals jij noemt. Maar over tijdtrikken gesproken, Apple kost ook wel van ze. Ik denk ja. echt dat die mannen ja. content waren met 0-0. Ja, dat dat was zo. het doel, ja, dat ja. zag je. Die anders hingen mannen... ze nooit in een hoog blok ja, gespeeld. Van een, Zou van blij zijn op van een eerste naaftal, uh, ja. 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 Dat die keeper geen geliefd had, dat begrijp ik niet. Ja, toch? Nee, ja, snap zei het ook. Hè, ja. Na de match. Ja, die ja. waren duidelijk gekomen van de ja, sowieso Ja, inderdaad. Maar, maar ik denk dat we met die 2-0 wel... Uh, dat we nu wel een beetje... Dat we niet alle energie moeten verspillen naar. En dat we vooral kunnen uitkijken naar, naar zondag. Ja. Um, en, ja, het is een, wel een warme verplaatsing, 38 graden. Dus, uh, Overdag, hè? Ja. ben er uh, geweest. tegen van Augusta. was 25 graden eind november. Maar, ja. 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 Dat, was, dat, was, dat was echt gek. Dat was hier vijf graden toen. Ja. Denk ik denk weer toen ook vertrokken. Hij vertrekt er met een, met een <laughs> ja. dikke jas en hij stapt stap daaruit. En zo. Ja. Alle, ja. alles uit. Ja, hij stapt uit dat vliegtuig en is is direct zo. Ja, ja. ja voelt ja. dat direct. En ja. dat was wel echt een speciaal eiland. Kijk, eh, ja. en dan uh, gaan we, stel we gaan door, dan uh, kunnen we toch wel echt een paar serieuze. Kan je tegen ons krijgen? Ik weet niet of jullie de potten hebben bekeken. Wij zitten dus in pot 1. Ik ben gelovig, doe dat niet. ik krijg nog ongeluk als ik dat bekijk altijd. En als ik op voorhand hoop dat het een bepaalde ploeg is, dan is het weer naar Letland. Ik hoopte vorige seizoen op West Ham en West Ham. Dat is wel waar. Dat denk ik wel dat iedereen op hoopte. Jullie niet. Ik had zo Fiorentina, zo. Leuke Ik bekijk dat iets anders. Ik hou meer rekening met de supporterskernen van de andere kant, om het zo te zeggen. Ja, we staan met twee ook weken niet zoveel supporters, vond ik. Wow, we staan met heel veel supporters, maar het is Engels. Ja. En Engels is een beetje. De Engelse supporters zijn heel erg monddood gemaakt. Behalve dit seizoen? In, in de jaren 90 zijn ze heel erg monddood gemaakt. Na de, uh, ja, die vreselijke jaren, om het zo te zeggen. Ja. Begin 2000 is het dan helemaal eigenlijk. Sindsdien is het uh, een beetje familiesfeer en heel veel. Dagen, maar er ja. gaan nooit meer gebeuren. Bijna. Maar nu, dit seizoen, zijn er al wel een paar incidenten gebeurd. Ook de afgelopen speeldag op Crystal Palace. Eindelijk nog een keer een pyro, pyro show, pyro actie. Echt? Ik heb dat niet gezien. Ja. Uh, Holmes uh, Fanatics, Ja, ze hebben vorig jaar ook. Uh, ja. Het is niet in, het nieuws. In Arsenal hebben ze vorig jaar ook in het uitvakken. Ja. Ja. Dat zijn eigenlijk de enige echte ja. ultras. Dat is wel weer van. mooi om daar te zien, want ik vind dat wel echt een mooi deel van voetbal. Dat er echt cool. erkenning voor moet zijn. Ja. Dat is een andere discussie. Zowel op possie ja. of hier. Zolang dat dat zo, over, zo blijft, ja. also, is Als De reden ja. van Fiorentina was gewoon puur om dan zijn trekkers. Ja. Hmm. En ik hou dan ook richting mee met de veiligheid. Gewoon zo van ja. Iedereen ja. die daar naartoe gaat van ons. Um, ik heb eerder gezien weet. dat ze gewoon met scooters aan het rond gaan zijn. En als ze bijvoorbeeld van een tegenstander um, tegenkwamen. Dat was toen Twente, als ik me niet vergis. Um, ah, gewoon ja, ja, ja. En gewoon neerstaken en terug weg waren met een brommer. Ja, ja, Alleen met scooter ja. kennen ze het. Echt zo ja, ja, ja. Steken ja, Zeker ja, ja. Ja, Dat is niet. Als het op die manier moet. ook uh, ja, ja, wil zeggen. Ja, de dan ultra's seizoen een beetje Gevecht ik... met je vuisten. Ja, dus, niet met is gewoon ja. dom. Uh, Ultra is eigenlijk zo zeg, niet echt gevecht. Ze gaan niet achteruit als het, als het erop neerkomt. Je had mij dat ja. ooit, ooit mooi uitgelegd. Ultras gaan hun club verdedigen, ja, hooligans gaan, gaan vechten. Ja, ja, dus alleen die gaan meer die gaan, die, gaan, die gaan meer voor de extras naar de voetbal. En ultras zijn meer voor echt gewoon voor de club te zingen, voor de sfeer en zo verder. En als het moment daar is, gaan die gewoon niet achteruit. Dat is het ja, grote ja. verschil. Die gaan het niet zoeken. Dat is gewoon het verschil. Ja, okay. Dat is wel nog alleen, een vrij groot verschil. Vind ja. ik. Ik, 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 dacht, ik hoopte eigenlijk op lach Poznań, omdat ik dacht gewoon uh, geweldig geweldige supporters zijn, maar ze zijn uitgeschakeld. Dus. Maar ik vond die andere oh, okay. Polen ook niet zo slecht. Zo. Pogon. Pogon. Ja, ja. die, die horen was wel zo in Polen. Uh, als ze scoorden, ah, dat is ja, zo'n ja, ja. Dat zijn zo zo zo. ja, ah, ja, ja, ja. ja, juist. Heel, 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 heel wel uh, impressive. En omdat dat zo dokwerkers zijn. Maar ja, die fans, inderdaad, in de Ik had er wel iets meer van verwacht, Allee. Ja, maar ergens hoort het. <laughs> ja. Maar vocaal vond ik dat wel vrij goed. Ja, inderdaad. Dat was, met al uh, die sjaals in het begin was ook echt mooi. Ja, ja, en ze hadden ja, ook grote vlaggen mee. Ze waren met de bus gekomen ook. Ja. En ja. blijkbaar hadden de politie gewoon gezegd: kom maar naar binnen, we hebben geen probleem. Ja, maar wel respectvol. Uh, er zijn heel ja. veel groepen die minder zot zijn, om het zo ja. te zeggen. die, ook die, ook die veel minder respect tonen. Ja. Ja. Die veel minder ja. respect ja. tonen. Ik had er en wel dat... een paar tegenkomen ook die dag. Maar allemaal vrij vriendelijk. Ja, maar ja, dat ja, is ook. Ja, moet ik dat zeggen? Omdat je ook een goede supporter dat bent. Waar, dan, ja. Dat is nog anders. Ja. Maar dat bedoel ik hem net. Je uh, hebt er heel veel van, veel groepen of ploegen, die dan die bepaalde waarden en respect niet gaan tonen. Maar Polen zijn mensen die in deze wereld heel erg worden respecteerd, omdat ze bijvoorbeeld, net als je zei, één, met de vuist, bijvoorbeeld als er iets gebeurt, maar ook gewoon omdat ze normaal doen, ja. vaak. Uh, het gebeurt daar heel, heel zelden, ik zeg dat nu net nadat er vorige maand... Allee, iemand met een machet is vermoord ja. geweest daar. Uh, dat is eigenlijk wel vreselijk. Maar normaal gezien gebeurt dat daar nooit zulke dingen. Hmm. Uh, met wapens en zo verder. En die kunnen heel erg normaal doen. En die zien dat echt als een, als een sport bijna. Die gaan gaan trainen, die roken niet, die drinken niet. Die, die zitten gewoon ja. in de club. En dat is een sport voor hen. En op elke hoek van de straat-tempo, als je daar rondloopt, zie je ook vaak gewoon zo van die, hoe noemt dat? Ik weet niet hoe dat ze dat precies noemen, dat heeft een bepaalde naam, maar gewoon echt zo... Spotters? Nee, nee, nee. Echt gewoon voor hetzelfde trainen. Zo geen, ah. geen speeltuigen, maar echt gewoon ja, ja, ja. tuigen om te die... op te trainen. Ah, van die, van die barren en zo? Ja, ah, lijkt dat je hebt zo in een park bijvoorbeeld hier, ja, ja. De, 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 in de rechtbank. Ja, dat is een andere cultuur die ik wel echt enorm kan appreciëren ja. 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 ja, maar we hadden er hier ook in tegenkomen hier een beetje verder, buiten de podcast waar uh, frieten gaan halen. Ze ja. mogen ja. gewoon wat te zingen en gewoon uh, zo'n... Respect. Alleen ze, ja. ze deden gewoon niks. Nee, niks maar We hebben links in dus onze zaal aan. Oh, ja. En uh, we zongen liedjes of zo met Pogon, Stettin of zoiets. Ja, maar dat is was, dat was, ja. inderdaad mooi en leuk om te zien. En ja. zolang dat we ja. daar blijft het Daar was. blijft het bij, non. dat is goed ja. Ja. Maar ja. ja, bon. We zijn echt uh, te veel aan het afweken, Thibaut, je pronostiek. Ja, <laughs> <laughs> ja nee. Appoë had sowieso moeten komen. Um, en dat had er ruimte komen voor ons. Dus ik denk wel een paar goals. Niet zo 0-1 of zo. Um, maar ik ga zeggen 2-2. Gelijk en we gaan door. Ja. En dan de goals van um, Dali en Orban. Ja. Ik ga zeggen 1-2. Met goals van... Ik ga ook Orban zeggen. En um, nog een keer voor Fana. Oké. Okay. Ik ga voor 0-1. Um, een goal van uh, Kuipers. Het zou leuk zijn dat hij weer eh, ja. bij oh. de score vlok voor Bra. Ik denk 1-1 en een goal van de Saar. Ik denk niet dat die man zoveel scorend vermogen hebben. Nee, ik denk het ook. Ik niet. heb dat gezien als ze bij ons in de buurt kwamen van de goal. Veel te traag. Ik denk dat we aan het kwaliteit gaan moeten komen of zo. Hm. En, oh, zal van hem moeten en, <laughs> en ik denk dat hij net iets te weinig is als gem in de weegschaal legt met onze centraal defenders dan Dat ze te veel op hem lijken. Ja. Wat zijn starten is, zijn ze eigenlijk nog, maar net ja. iets meer. Zo, dat gevoel heb ik. Maar dus soms dat... verrast hij mij wel in technische kwaliteit, hoor. Ja, maar zo slecht was hij ook niet bij ons. Hij ja. zat vaak op de bank, maar hij ja, heeft de bekerfinaal ook meegespeeld tijdens start. Maar dat is niet zo. Maar hij ja, had toen en, was geen referenties. Hij zat op omhef. Hij had ja, de naam dat niet wacht voor worden genoemd. David en Dinemens en, uh, en de Poitrine ook toen in die periode. Dus ja, dat is wel vrij alleen, verstaanbaar dat hij niet al te veel speelde in ja, inderdaad. Ja. Okay. Ja, oké. Okay. Subtiel naar mij aan het kijken met die naam. <laughs> uh, ik dacht gewoon uh, om naar de, volgende, naar de volgende voorbeschouwing te gaan. Ja. Het is uh, een ja. extra lange aflevering. Het is de twintigste aflevering. Hoe lang zijn we al bezig trouwens? Meer dan een uur. Oh, okay. um, een uur en tien minuten. Ja, ah. maar ja, we moet naar een beetje van knippen. Het um, is oké, okay, ze. Ah, ja, het is een extra lange aflevering. De camera's die kunnen ook. Uh, ja, ik, langer heb ze, dan ik heb ze ingestoken met oplader. Ah, zo vaak, ja. Dus uh, kijk goede producer. Uh, ja. Ja, nu dus... moeten moet daarvan profiteren. Nu moeten er twee uur van maken voor de dingen. Voor de twintige, eh, twintige aflevering. Ja, voilà. ah, en dan bij de 30 ja. drie uur. Ja. Ja. En dan bij de honderd tien uur. Uh, ze, uh, ga hij, ga gaat... hij dan meekomen? de tien uur wil ik wel een keer een half uur passeren. Ja. Zo, uh. ja, dat we zo meerdere kerst hebben, ja. ja, maar... Misschien willen we de auto een keer doen, zo'n live-opname, dan als zo verschillende guests een keer langskomen voor zo'n 24 uur of zo. Wow. zo vier... Ja, zo'n 24 uur. Als we duizend abonnees hebben of zo, zo'n 24 uur of Of de dingen eh, met de fans. Eh, zo, eh, ik heb dat gezien bij, die, bij de podcast over de Premier League. Ik ben aan Rush. Dat ze eh, naar het station gaan ja. en daar eigenlijk eh, een bak zetten, 24 punten en dat je eigenlijk per punt een uur vroeg naar huis mocht. het is eigenlijk als je die 24 uur op had gedronken, mocht naar huis. Ja. Om het zo te zeggen. Ja. Oh my god. Zo'n Pompak-challenge als vlog voor, je, voor de volgende. Ja. ja, dat is toch wel een goed idee. Maar Bo, um, voorbeschouwing op Club Brugge. De eerste keer dat we het hier aanhaalden, ik heb het al een paar keer gezegd, uh, denk wel de belangrijkste wedstrijd voor de Gentse aanhang. Het is allee, de wedstrijd thuis tegen Club Brugge. Um, ja, wat verwachten we ervan? Ja, Bruns is echt een vorm. Nog tegen een enkele toploeg gespeeld. We hebben nu evenveel punten. Wat was het? Wat heb ik opgeschreven? 10 op 12. En hun doelstelling was wel heel goed. Ja, ze scoren weer. Wat was het hier? 14 tegen 2. 14 scoort 2 tegen. Dat is al niet Maar dat kring je al best een ja, die, onze verdediging. Ja. Man, ja, dat is die... echt een goede voetballer. Ja, inderdaad. Ik vond die al heel erg goed in de Champions League vorig jaar. Die kon moeiteloos mee met ja, dat 18, niveau. Ja, 18, 19 zeker? Hij uh, was 17. 18, ja. Dus ik weet niet of dat hij al verjaard is. zou kunnen dat hij dit jaar dat nog moet verjaren. Ik weet het niet. Oh, nee, Alleszins, wat ik net zei van Candus daar heb ik wel een beetje... Ja. ja. Puur Pinter. omdat we drie dezelfde soort. We oh. hebben grote mannen, stevige mannen. Um, dus ik denk dat Njaremtjoek niet Wie? veel gaat kunnen doen. met hij starten. Niet alleen omdat ik hem haat. Maar, <laughs> Iedereen haat die naast. Maar puur. Hetzelfde Club als de <laughs> Maar puur omdat ja, ik, ik denk dus. dat hij. Hij is 18. Hij heeft een beetje hetzelfde van, van Kvilitaya. Ja. Dus ik denk dat hij het ook heel moeilijk gaat hebben tegen onze verdediging. Ja. Maar bijvoorbeeld een Nusa. Ik gaat wel echt veel schade kunnen ja, gaan richten. Denk ik. Ja, hij als dat, op, op links of op rechts kunt het niet eigenlijk. Links denk links, ik. Ja, ja dan dus gaat hij tegen de komen. Ja. 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 En dus dat al moeilijk en tegen. En Brown Kondus. of Fadiga ja. of Samwaze Fadiga wel we zou wel goed doen denk ik. Ja, beter ik dan denk, de Samuazen misschien. Op dit moment. Ja, ja Op ik ik dit moment ik denk inderdaad. dat Fadiga allemaal is. Alhoewel Samwaze tegen Clubru. Hey, snap je, dat is een echte Gent naar die.? Heel misschien nog meer ja. Zijn, wel ja. motivatie. Ja, wat extra motivatie. En ook ja. bijvoorbeeld Cums is ook extra gemotiveerd tegen Club Brugge. en zo, zo'n dingen. Eigenlijk ja. 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 voor deze ene match wat we Wadis moeten ja. terugbrengen. Wadis. Kom ik weer terug van Kroatië. Ja, um, uh, ja en ook Thiago. Ja, heel goed gestart. Ja. Okay, de eerste twee matchen, denk ik, gewonnen tegen Rijeka en tegen Dinamo Zagreb. In ja. zijn eerste al... match Amai. had hij de assist op de 0-1 in Zagreb. Ja. ja. Dat was de eerste competitiematch, dus dat is eigenlijk direct, ja. Een stukje rond tegen twee topploegen, eigenlijk. Ja. Het zou kunnen, die Rijeka ben ik nu niet tegen zeker. maar die ben ik wel heel ja. zeker. Ja. Ja, dat, dat was een goede ploeg. En hij is daar gelukkig, het is warm ook. Ja. Ja, allee, dat is gewoon We zijn blij voor hem. Ik kan het over Hij is nu sponsor van mijn uh, ploeg Evergem Center. Dus ik wil oh, even zijn bedankt Vadis. Oh. Als hij is... luistert, bedankt Vadis. Ja. Of het zijn zijn vrienden die dan mee openhouden. Ja, ja um, wat ik nog aanhalen. De andere spits bij Club Brugge, uh, de naam die wel mag worden genoemd, Thiago. Um, ik denk dat Thiago het heel moeilijk gaat hebben tegen onze verdediging. Want dat is wel echt een man-op-man uh, -man speler. Die voelt lastig met zijn eerste controle. Ja soms zo Lukaku controleren. Ja, ja, het is echt. Zeg je dat het is gelijk Lukaku een, een geen grote matchspeler zeg Big je, game player. Big, big game player. Het is uh, geen big game player. Het dan hem dus? Is wel snel om te zeggen. Ja. <laughs> als, het, het, de, inderdaad, als hij er twee gaat scoren, ja. natuurlijk. Ja. Tuurlijk. Ja. Maar, maar dat is het ook. We hebben hem nog niet zien spelen. We hebben Club Brugge nog niet zien spelen tegen een topploeg. Ja, ook als hoe dan zou kunnen zeggen? Ja, ja. 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 Dat is vooral die Echt zo individuele ja. acties. Hmm. Als je die goalen ziet, vind ik. Allee, ik heb nu geen, niet heel de matje gezien. Ik heb zoveel deeltjes gezien. Meestal kijk ik zelf niet. Maar um, ik vind wel dat, moet ik dat zeggen, dat ze veel individuele klassen hebben. En als we dat een beetje kunnen lammen, hmm. dat we echt. U wel weer kunnen stunten met ons publiek erachter. Kijk ja. ja. uh, nou, echt uit naar de sfeer. Ik ook. Tenzij Moït. Ja, met, met, uh, met, met hoge druk dan, ergens. Ja. 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 Een, een speler van hen, hen die mij ook opvalt, is, uh, die goed is, uh, Hugo Vetlessen. Dat is wel echt een, uh, ja. een hele sterke middenvelder. Ik heb er al veel over gehoord. Hij is hij... ook met veel bravoure binnenhaalt dus ja, en zo. 19 gooien, denk ik, voor een aanvallende middenvelder. Ja. En, uh, uh, wel een heel uh, allee, promising voetbalplayer, ook wel duur, ik denk voor bijna 9 miljoen gehaald. Als ik me niet vergis 7 miljoen ja. en die wel echt uh, allee, ook wel wat mooie dingen, wat voor is dat hij toch wel er soms uit haalt. Of als tien, gewoon een 9 assists zoiets. Al sinds redelijk goede zin, zou heel veel zijn. Ja, maar zou het in ieder geval misschien een keer. Ik ja, oh, okay. okay. ben nu wel enorm benieuwd, want ik denk echt, maar zelf tien, ze ook al. al ja. ja, maar ja, dus, er is een reden dan die drie jaar op een rij, eigenlijk, Europees heel goed hebben gedaan. Ja. vraag me af van waar dan die hun scouting hadden. Maar ja, blijkbaar ja. draait dat middenveld ook gewoon heel goed uh, op Onedica van Aken en ja. die vetlessen. Het gaat, echt... ik dat Ik denk misschien, dat is wel heel vroeg om te zeggen, maar misschien twee van de drie ploegen die voor de titel zouden kunnen meedoen, ja. wij, maar wij moeten ja. eigenlijk echt zwijgen en gewoon werken elke week. Ja. We ja. zitten echt niet in de positie dat we dat moeten afroepen ofzo, want ja. ik weet, we maar worden daar vaak al... heel erg hard op teruggepakt en ja. ik ja, heb hier zo'n mondje toe en hard werken. Een ja. paar De wetten die daar ook zei van ja, volgens jou, Dat was net na dat goed seizoen <laughs> met dingen. Met die foto op die Ja, Die kent iedereen. Op de lijn. Maar dat was net na dat goed seizoen met toeroep ja dat, dat we tweede zei... werden in corona ja, ja, zo. ja en dat ze dan ja. zeiden van ja hè, volgend jaar we gaan vol voor kampioen en, en dan, dan verliezen de centraal de eerste speeldag ja. en uh, en na uh, drie speelden of zo, twee speelden ze ja, ja, ja. Tw twee zeg. Ik denk twee, twee. Twee of drie keer, Want dan Jugo. moest niet op Antwerpen spelen. Ja. Uh, dus ja, nu Hugo ja. vetlessen. Ik vind niet zijn de statistiek, in, allez, van vorig seizoen. Maar op 123 wedstrijden heeft hij 32 keer gescoord en 37 assisten gegeven. Nou, kijk daar. Dat zijn echt cijfers voor middenvelder. Ja, zo is al, uh, maar hij heeft ook blijkbaar ja. vaak in de spits gespeeld daar. Hm. Dus. Ja, dat verklaart zijn doelgerichtheid. Misschien wel. Ja, dat is ook ja. een sterkte je van de dus kun van overal komen, een beetje. Ja. Ja. Ja, als je op je kennen rechtsachter moet staan. Ja. beginnen denk ik, die wel op een groot risico zit om als hij nu weer geel pakt, hè, zit hij weer op een schorsing, denk ik. Ja, maar daar zijn echt, wij niet ja, veel mee. Ja, ja, ja maar. maar toch, dat betekent wel dat hij rustiger. Want het is wel echt een hele. Uh, denk denk ik denk echt niet dat denk als er momenten zijn dat hij geel mag pakken, dat hij uh, tegen Gent is. En dat ik weet niet ja. hoe dat ze daarna spelen, maar ik denk dat alleen maar kan meevallen naar Gent buiten Antwerpen en Anderlecht. Ja, Volgens mij Die daarna geen... zouden kunnen komen, denk mm -hmm. dat het niet zoveel boeit. Er is genoeg kwaliteit. Ja. Dit, ook dit is de wedstrijd dat we de laatste wedstrijd dat we Hong gaan zien voor een tijdje. De ja, drie wedstrijden niet. Want Hong is naar de Asian Games. Ja. Ja, juist. Ja, daar dan we... kom komt eigenlijk Gandelman op het goede moment, want ik denk dat dat hier een profiel is, dat Gandelman kan heel erg hard werken, heel veel meters maken. Ik denk dat Handelman want... iets te defensief is. Ja, ik denk dat, ook. dat kan ook. Maar wel al, altijd box to ja. box. Wat dan jij van idee om Tisso Dali daar te zetten? Te laag. Te laag voor Tissoudali. No, ja, ja. Ik denk dat ja. het een goed moment eigenlijk is om Tissudali lang te laten spelen, Teembrugge. Ja? Voor wie dan? die, kan, die is zo net terug aan het komen en dan zie je vaak dat de ene spits komt en de andere gaat ja. met zijn... Dat op de een of andere manier is dat zo iets dat like, niet te verklaren valt. Nou, voor een voorbeeld dat zo wat complementair ja, is. En ja. Ik vrees ervoor dat, dat Kuipers en Orban niet echt in een dip zitten, maar dat het iets meer werken is ja. Ja. voor hetzelfde resultaat en dat bij Tissudali nu een keer kan groeien, groeien, ja, groeien, groeien, ja, ja. even. Dat, ja, dat, dorp, dat, er periode, ja, ja. dat er nu een periode komt, want die heeft heel erg hard allee, afgezien maar, en moeten wachten en moeten wachten. En moet dat duurt altijd even tegen dat dat komt. Ja. Als je zo lang hebt stilgezeten, soms heeft dat geen verklaring, maar... Ja, moet er ja, heen komen en bij een duurt er al langer dan bij een ander natuurlijk. Ja, er komen en meedoen is één ding, je conditie is ja, twee ja. dingen, je vertrouwen is drie. En dan... Nou. dan als dat allemaal oké okay is, dan kom, komen die extra percentages waardoor dat percentage beter wordt dan nu tegenstander. Ja, oké. Okay. En uh, voor wie zou ze hem dan zetten? Die zodanig? No, nu voor niemand. Ik zou, ik zou hem gewoon vroeger laten invallen. Okay, van ja. dat, ik merk dat nooit is. Want ik denk ja. dat hij nu wel echt sneller hm. mag gebracht worden. Dan voor dan iemand die dan in de, de match zit of zo. Zit, ja. 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 zo... Dus stel nu dat we zien dat bijvoorbeeld Kuipers of voorbanden niet goed in zit. Ja. Of gewoon moet zijn. Rond, het, ja, rond ja. het half uur al. Ja. Dat, we, nee. dat is wel heel snel. Ja, maar, ja, voor hen nee. is dat sowieso snel. Eerst ja, maar... is het zo'n minuut 55 of zo dan. Ja, Eerst snelt ja. sowieso heel snel, ja. inderdaad. Ja. Um, maar uh, dat is ook niet goed voor het vertrouwen nee, van nee, nee. degene die gewisseld Nee, maar pak rond dus. minuut 60 ja, minuut of zo. Ja, maar... ja, bedoel, bedoel je niet een half uur voor het einde? Ja, ja. Ah, ik dacht dat je bedoeld ja. een half uur in de ja, nee, snelheid. Nee, ja. ja, een half <laughs> uur. Niet, uur. <laughs> Ik nee dacht... nee, not, nee. Oké, nee. <laughs> ja. Okay, en dan, ja, ik dan zal mogen ze volgende week ja. allemaal bij de mental coach. <laughs> nee, 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 ja, oké, okay, ik snap ervoor. Nee, nee. wat, wat. ik wel denk is dat ik denk Orban en Kuipers kunnen volgens mij wel echt die Brugse defensie heel veel pijn doen, denk ik. Ik denk als ze alle twee wel weer een goede wedstrijd hebben, dat we ze daar wel echt. Maar ook die ja. weten dat, ook die match, iedereen gewoon zo gemotiveerd ja. zijn. En Or wel, ja, Orban maar... zijn eerste derby. ja. Ah, ja, juist. die en Die tweede, tweede. Heeft, heeft, al op Brugge he? gespeeld, Hij heeft op Brugge he? gespeeld, Met die, ja. was het nu, met die elleboog? Benno, met uh, die penalty. Zo, Allee, Buchanan. Ja, dat was ja, Buchanan goed. met de elleboog. En normaal dat is zeker. Ik hoop dat tegen Revengebox. <laughs> ik hoop het ook. Hoog. Maar, maar hoog als niet ja. tegen Karp. Ja. En niet alleen hij, eigenlijk gewoon heel de ploeg. Maar ja. sowieso, ja. Kijk, we gaan er allemaal staan. Maar denk sowieso tegen Brugge, dan zijn ik iets... Mo ja, tuurlijk. Zijn. Dat moet ook voor ja. de supporters dat, we, dat ze extra gemotiveerd ja, zijn. Ja. Dan, allee, ze moeten goed beseffen dat dat wel echt. Ja. Ik denk ook dat hij de persoon is in de kleedkamer die het meest van al weet dat het belangrijk is om tegen Bruid te winnen. Ja. is het al zo lang begint. Ja, maar gelijk ja. spelers, gelijk ja. Kums en zijn ook wel weten. Ja, ja tuurlijk. Ik denk ja. Nordi dat ook wel weten. Ja, ik ja, ja, ja. <laughs> denk dat ze het na vorig seizoen allemaal wel weten. Ja. 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 Ik denk niet dan ze ver moeten gaan zoeken of zo voor, eh, <laughs> voor motivatie. te ja. Ja, voilà. En ik eh. denk ook dat die resultaten thuis tegen hen, als je dat ziet, eh, buiten die ene tijdens corona zonder supporters, no. eigenlijk ook echt heel erg goed de laatste, laatste jaren. Ja, mm. ik had het ook gekeken. De head-to-head -head zijn echt fenomenaal ja. ja. Ik moet het zelf kijken, kan ze mij zo allemaal bijna... <hijen> ja, meestal zijn we al zo. Het zijn echt gekke cijfers eigenlijk. Maar het geeft nu gewoon ze nog iets meer cassette nu, omdat het eigenlijk een uh, strijd is voor de leidersplaats. Ja, ja, ja voilà, ook um, al. En ook heel erg benieuwd voor het middenveld. Ik denk ja. dat er wel twee beste middenvelden zijn. Samen ja. met nu misschien de andere, echt Delaney. Maar ja, ook Vermeeren. Ja, Vermeeren Vermeer. ja, is ook, ja, is ook en Vermeer. echt. Uh, ja. En Keita en Vermeeren zijn ook heel goed. Ja. Maar zo de Saar en Kums en Hong tegen ja. zo vetlessen en. Van en Van Aken. zit ja. ja. al... wel op de bank een paar wedstrijden. Ja? Dus nee, nee. Ja, nee, hij was uh, geblesseerd. Want ah, ik, ik zag uh, dat coach had gezegd: van ja, de dag dat ik Van Aken moet passeren, okay, zei, okay, dan, okay. dan moet je nog een paar jaar zitten. Een ja. dus, paar ja, jaar, hij zit er met moeite in. Ja, ja, dat hij dus eigenlijk duidelijk Schouf. wil zeggen: van, ja, ik ga hem niet passeren. Ja. Toch ja. niet uh, ja. de eerste komende tijd. Ja. Ja. Dus kunnen we er gewoon vanuit gaan dat dat een minder valt zal worden? Ja. Met Van Aken erbij. Kijk, uh, BBB gaat een extra lange B vlog okay. doen. We gaan uh, ons op voorbereiden op die wedstrijd. Volgende bak. Kijk, en meestal echt, heeft hij ook zoiets, zoiets extra. Wat? Eh? Meestal heeft hij iets extra tegen Brugge, iets ja. tactisch. Ja, verrassing of zoiets hè? Iets kleins meestal dat wel zo niet verwacht wordt, maar toch wel zo dat. Net. Ja. En soms is dat inderdaad iets in het systeem en soms is dat gewoon een speler dat hij nooit ja. had verwacht dat hij erin ging staan. Maar ja, ik herinner me mij, uh, toen mijn Vadi's in Club Brugge dat hij ja. heel tijd zo slecht was en dan plots, ik weet niet, hij was hij anders aan het spelen, had hij een andere rol en die speelt daar de wedstrijd van uh, van zijn carrière op Brugge. Ja. Ja. Weet je nog, ding is Kubo een keer tegen Brugge? Uh, Onverwachte start. Vrije trap. Ja, die vrije En dan ja. scoort hij nog ook, inderdaad. En die was net toegekomen, dat was ja, een nieuwe ja, ja, transfer. Ja. Letterlijk dus, drie dagen later of zo start hij opeens tegen Brugge. En dat kan hij... helpen ook, hij voelt ja. geen stress? Allee, buiten dat je het eerste match is. Hmm. Voor de rest. Ik voelde heel weinig van, ah, dat is een derby. we verwachten nog een transfer deze week dus, en hij zal direct rechts starten. We zijn eentje gaan halen, de Cyprus, en meepakken, maar dan niet. We kunnen naar Oostenrijk rijden, maar Camille gaan halen. Camille zou echt in zijn dat volgens mij echt over zo'n derbywedstrijd is. Gewoon zo dat monster. Heeft hij er geen meegemaakt vorig jaar? heeft hij niet gespeeld in Brugge. In Brugge misschien wel eens. ons ons is niet, want het was in de eerste in het helft maar ja. gewoon zo dat, zo, dat, zo, ja, dat is dat ze eigenlijk gewoon zo rood pakt gewoon gewoon om ik denk wel dat hij nog verstandig is maar eigenlijk tegen ja, ja. West Ham om geen rood pak. ik denk wel dat hij zo wat die, die trucjes ja ja, zo, ja, die, ja maar zo, zo, dat ja. bedoel ik maar hij, maar hij, hij, tucht, hij weet het ja. risico maar hij alleen, maar ik ken het wel Gelijk tegen West hij was er ook van overtuigd dat hij de bal had maar zo'n spelers heb ik ook vaak nodig ja. zo de ene dat eigenlijk die vuile tackle kunnen doen maar op de goede manier ja, ja. Vadis is wel soms wel een beetje erover hè, ja. tegen Brugge. Kan herinneren, dat is er nooit over. Ja. <laughs> Alleen een goede zin, maar soms ook een slechte zin dat hij vaak rood pakt. Ja, maar ik kan me herinneren, denk oh, ik drie jaar geleden, op Brugge, dat hij uh, een roodpakt. man tegen een man had. En uh, hij is voorbij die man en hij springt over die, zijn, zijn voet of zo, ik weet niet meer. En uh, op een moment stikte zijn voet naar achter met zijn, met zijn, ja, zijn schoenen op die peet. Is toch zijn is geweldig. Zijn scheen. Ja, ja oké, okay, want hij pakt er rood en <laughs> ja. verliest hij dan 4-0, denk ik. Ja, man. dat is. Dat was echt oh, niet nodig. Ja, ja inderdaad. <laughs> ja. Ik snap in zijn geval dat hij hard speelt tegen Brugge. Maar zo'n ding dat moet je dat niet doen. Man. Dat is rood pakken op een ono manier. Ja, Als je nu zo 1-0 voorstaat en Club Brugge is op de counter in de allerlaatste minuut. En jo, zo okay, één ma man gewoon los dat op zijn dij gaan. Zoals de bekende fase van Valverde. <laughs> ja. Real Madrid, ja, dat een, Team Barcelona. Ja. Just, ja. Atletico was denk ik. Nee, Atletico was. Atletico Cup ja, ja. was of zoiets. Gewoon dat los doen. En dan Simeone die hem nog zo'n handgevangt begrijpt. Hij staat nog verkozen tot man van de match. Ja, wat terecht ook gewoon, toch? Tuurlijk. Ja, ik zou dat ook doen. Ja. Ik zou gewoon los voor zijn, voor zijn kuit moment, gaan, gewoon ja. los zijn Achillespeed <laughs> <of het> erop tackelen en <laughs> een uh, flying kick doen. <laughs> De rug die greep helemaal ja. op de kont. Ik voel dat hij er al eeuwig over nagedacht. <laughs> Alle fases ja. dat ik ze zit en ik denk van... Allee, spring gewoon rond zijn nek. <laughs> oh, die supporter, met Haaland. Ja, hij ja, ja, ja. heeft nu een levenslang staanje vermoed, maar hij heeft vaak kunnen vieren met Haaland. Ja, ja. Is, dat, is, dat, is dat waard? Is het ja. misschien wel waard? Allee, ik weet wow, niet. Levenslang. Maar het is niet nee, de beste speler ter Ik deze week in de zetel zit en echt zo een beetje kijkt van... Je zit hier voor de rest van je leven. pak ik nu niet aan. Het zijn intrusieve toads hebben gewonnen. Maar mag, is dat dan binnen Engeland of Hoe werkt dat? Dat uh, weet ik niet. Dat, ja, ik zal kijken maar aan toe. Maar ja, is, dat, ja. is dat binnen Engeland? Maar het is, te, het is uh, toch uh, te zien, want je hebt toch... Uh, je kunt toch een band krijgen van UEFA? Of je kunt ook uh, een band krijgen van de, uh, um, de Baalse voetbalbon? Kunnen, ja. Of van de club zelf? Um, daar heb ik eigenlijk nog niet meegemaakt in mijn omgeving dat er uh, iemand werd geband. Van Europees? Mm -hmm. uh, normaal gezien is het van... Ja, Europees is toch overkoepelend? Als UEFA je van u bent voor voetbalwedstrijden, is dat toch ook voor Ja, vooral de competities uh, die aangesloten aansluiten zijn bij de UEFA, neem ik aan. Ja, ja, tuurlijk. Uh, en in België is het uh, normaal gezien IBZ. Soms durft u vanuit de club zelf ook, maar er zijn eigenlijk geen clubs die ik ken die dat doen. Zelfs Stijgen voor al durf Gent um, dat wel een keer. Omdat ze de braafste van de klas graag zijn. Um, dat merkt u ook in het stadion. Misschien dan dat een dat een verandert met Sam. Uh, <laughs> Ja, ik weet niet. <laughs> ik zat hem een keer vragen. Nee, maar eh, gewoon IBZ in België. En dat zijn dan voor alle stadion's die liggen in België. Ja. En ik denk dat het gaat tot derde amateur. Mooi. Ja, okay. en Theo, ook ja, soms een perimeter en zo. Maar daar zijn ze wel iets soepeler mee, omdat ze wel begrijpen. Als je bijvoorbeeld. Op café gaat een beetje verder en je doet niks verkeerd en zo. Ja, ja. Alleen ja, dan zitten daar ook maar gewoon te zitten en het is al een straf op zich dat je 200 meter van het stadion op café ja. moet zitten. Ook heel erg ambotant als je de goal al hoort voordat je hem ziet. Ja, ja, cool. Dan zit je zo hoort dan de goal en dan ja. zit je in één keer gewoon zo bam. Ja, je, ja. 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 Ik zie dat altijd op Sofascore als ik bijvoorbeeld zo thuis kijk en ineens kijk, z, z, kijk ja, goal, Gent. Ja. alleen heel, heel dat moment verpest. Ja, dus meestal is, zet ik dat gewoon vraag uit. Ik vraag me wel af waarom u TV achterloopt op Sofascore. Maar Sofascore ja. loopt voor op, op, op alle, op alle, op alle, op alle tv's. Blijkbaar is Sofascore echt heel snel. Sofascore ja. is mega snel. Ze ja, zitten misschien in het stadion of zo soms. Ja, maar ik was, uh, af, ik, ik was uh, op mijn telefoon aan het kijken naar uh, 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 ali, TV wat Monaco speelt tegen uh, Waar Simon speelt. Uh, Nans. Ja. Ja, uh, op zoveel was stonden plots 7-0 na twee minuten spelen. Maar de, 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 de Apple's ga ik <laughs> Ik had daar getweet op Twitter. Ik zei: uh, Fix dat keer. <laughs> ik ben zo heel trots, ik had daar getweet op Twitter. <laughs> ja. Ja. Volg mijn Twitter. Volg mijn Twitter. Uh, ja, kijk. Misschien bij, bij deze nog een, een oproep doen. Voor uh, de match tegen Brugge voor zeker op tijd een stadion stage om te zetten Voor ja, degene die luisteren. Tuurlijk, tuurlijk zullen, uh, kan ik ging het nog zeggen. We zullen er we we ook wel nog communiceren. Ja. Um, is er iets gepland vanuit de Ultras ofzo? Ja. Ja, oké. Okay. Ik wil nog niet zeggen Verrassing, verrassing. Oké. Oké, cool. Maar de, ja, het zal weer de noot Oké. ...ambiance okay. zijn. Ja. ja. En uh, ja, je ja, weet dat dat de match van het jaar is een Terwijl. beetje. Ook al hoort je vaak aan de andere kant dat dat voor hen niet zoveel betekent. Dat is ook zo. Oh af. Ja. Dat is ook zo. Als ik maar denk je voor... dat vooral supporters... Ik denk dat dat vooral ook is... is Hoe uh, ja. zou ik het zeggen? Zo'n beetje... Als je vijfde eindigt, maakt het u inderdaad niet zoveel uit dat de wint als je zelf ja. kampioen wordt. Ik denk ja. dat het vooral daardoor is. Want het moment ja. dat wij kampioen waren, en het moment dat wij vaak top drie, in de top drie stonden, die ja. drie jaar, was het ineens heel erg belangrijk ja, voor jou. Ja, dat is dus omdat je op dat moment de rivaal bent. Het ja. is dus echt riva Allee, nou, wel, dus de rivaal. Alleen je ik denk wel voor de harde kernen, sowieso dat dat wel... Ja, maar Club Brugge over... heeft die harde kernen. Ja, sowieso. Dat hoeft <laughs> dat niet onderschatten. Ik <laughs> denk dat, dat, dat er vaak lacherig over wordt gedaan, maar... Uh... maar, daar, maar nee, daar, daarom denk ik er van, van, van verschoot van dat nieuws dit jaar. Allee, van verschoot. Het is ook altijd meer dan dat je ziet achter een goal. Dat ja, kent ja veel meer dan dat. Uh, bij Club Brugge zie je eigenlijk nooit zo'n... Er is daar ook bijna geen sfering aan breidel. Maar dan, oh ja, bijna geen sfeer. Ja, dat is een beetje vergooid. Oh ja, ze de, de, nee, heb het, ze we, hebben het gevoel, moesten wij doen wat zij doen, dat het zotter zou zijn, dat bedoelt je Ja, inderdaad. Is. Want, ah, ja, ja. Je, want uh, blijkbaar ook als je in dat stadion zijt. Ik ben bevriend met je club geloven? Nee, maar die heeft daar ook een, een abonnement in de, de Noordtribune. Het dus is uh, bij de, zeg maar de, de harde kern. Hmm. Maar die zingen ook niet heel de wedstrijd. Terwijl zijn harde kermen gemoed toch wel een beetje... Nou ja, ik... vooral op verplaatsing vind ik dat dat iets meer opvalt. Ja, ben... Bij ons oh. hebben we iets meer zo Het de... is ook omdat zij iets meer Engelse stijl hebben gehanteerd de afgelopen ja. jaren. Bij ons was dat ook zo. Maar we hebben voor een, alleen echt een serieuze verandering een beetje gezorgd de laatste jaren. Uh -huh. Iets meer... Ja, hoe zou je dat moeten zijn? Ik vergelijk dat meestal een beetje met zo de Franse kant ja. en de Nederlandse kant. Bij ons twee buurlanden. De Nederlandse kant is, is heel erg vaak... Gewoon uh, hoe zou ik zeggen, op zijn Engels wat meer achter, zo ja. staan en wel zingen, vaak ook wat meer Engelstalig, al is in Nederland dat ook zoiets veranderd de laatste jaren eigenlijk. En dan heb je zo de Franse kant, daar heel vaak sjaaltjes, vlaggen, ja. echt zo van die liedjes zijn die 90 minuten lang zo, Ja, ja. Vindt, maar heel vaak alleen, alleen. Ja. Nu, nu dat we hierover praten, uh, Niels, iemand anders van uh, onze groep, had uh, een vraag voor u en die vroeg waarom zijn eigenlijk, is eigenlijk de Gentse Harde Kern en de Gentse Ultras in het zwart gekleed? Waarom ja. is dat niet in het wit of in het zwart? We waren zwart en uh -huh. nu is het navy blue Ja, ja het is, wat donker dat is wel donkerblauw. Ja. Dat is bewust dat we geen zwart worden ja. dragen. Uh, en dat is gewoon niet zo eigenlijk in die cultuur zit, uh, om het zo te zeggen, dat het eigenlijk overal is. Ja. Uh, alhoewel dat dat de laatste jaren met ploegen die bijvoorbeeld ook wit hebben in hun ja. logo of in, in hun team uh, bij de clubkleuren, dan die ook tegenwoordig vaak witte shirts aan doen. En sommige landen proberen, like Nicosia, proberen ze ook wel te profileren bij oranje. Ja, ik had dat gezien ja, vanaf ja. vreemd. Um, ja, dat was heel uh, raar om te maar zien. Maar dat, dat is toch geen clubkleur even? Nee, dat is toch geel en blauw Clubkleur. Maar wel gemengd, is oranje zeker. Ja, ja Geel nou, en blauw is ja, gemengd wel. wel. Ja, ja, het <laughs> zou kunnen dat het daarom is. Ja. Ik weet niet precies wat de exacte reden is daarvoor. Maar uh, er is wel, moet dat zijn, een soort van onderscheiding, gewoon. Omdat ja. um, je als groep graag als geheel wordt gezien. Uh, en als, als groep, ook graag moet ik dat zeggen. gewoon wil tonen dat je aanwezig bent. Daarmee ook dat je een banner hebt. Uh, dus dat is zo'n beetje daardoor gewoon. Uh, maar ik weet dat dat vaak vroeger een probleem was dat we in het zwart waren tot 2018 of zo, 2017. Maar het is dus geen zwart, het is, is Navy Blue. Okay. Maar, ja, als je ja. van dichtbij ga je dat wel zien. Ja. Maar uh... Het ziet er vrij donker uit, maar je ziet wel dat het geen zwart is, vind ik. Ja, hey, maar dat is het belangrijkste. Als het geen zwart is, is het geen zwart. Kijk, uh, opgelost. Ja. Niels, uw vraag is irrelevant. <laughs> <laughs> nee, 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 maar ik snap de vraag wel, uh, omdat het wel echt donker lijkt soms. Ja. Zeker op tv ja. of van ver. Yeah. Ja. ja, maar, ja, maar het, een, het is inderdaad wel iets dat, wij, dat allez, ik had er nooit over nagedacht maar wat Niels het zei, was het wel inderdaad. Het is wel een beetje raar, waarom niet wit? maar hmm. als het niet zwart is, dan is het niet zo. dat zo het liefst zoveel zo zo mogelijk in blokken. Ja, kijk, als we blauw en wit mengen van Gent, komen we babyblauw uit. Misschien dat is volgende keer. Babyblauw. <laughs> 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 stel je voor. Ik zal er een keer over nadenken. <lacht> <lacht> ik stel het <dat> voor. <laughs> oh, ik, ja. Maar Niels had wel nog een vraag, een beetje een kritische vraag als dat mag. Um, hij zei van ja, en tot het stadion was er zoveel sfeer, was er like, volkser. En ook in het beginjaren van de Gelamco, de eerste twee jaar of zo, um, deed het stadion mee. Maar hij zegt dan van ja, sinds dat de ultras uh, apart zijn gekomen uh, en apart vakken zijn uh, gesloken, is er like, minder sfeer en komt er like, meer zo wat, um, allez, voorstanders van de, de sfeergroepen. En dan mensen die zich onder de tegenkeren. Ik weet niet daar vooral, waar dat komt. Die, die tweesprong is er altijd al geweest in Gent. Hmm. Maar vanaf dat ik geboren ben, dat ik, dat ik ga, mijn eerste match was, vier, vijf jaar of zo. Ik kan me dat niet herinneren zelf dat mijn eerste match was. Uh, dat, ik, dat zo vaag is, hoe al die matchen als je klein bent, ja, uit dan niet. En ja, als was een club mijn uh, clubwedstrijd, mijn eerste wedstrijd. Ja, heel lang aline. Cool. Ja, hier. Dat weet ik al nog. <laughs> ja. nee, 2006. Oh. Ah, wel, nee, wat dat eigenlijk gewoon is, uh, het is eigenlijk altijd al zo geweest in Gent. En dan moet per se niet ook dat dat altijd samen gaat, om het zo te zeggen. Dat is bij alle clubs. Als ik, ik, en ik heb ook contact met veel andere clubs en dan hoort je dat daar ook. Dat dat ja. daar ook eigenlijk zo is, om het zo te zeggen. Maar het is eigenlijk, wij zijn eigenlijk centraal gekomen omdat het dood aan het worden was. Dat klopt. Dat klopt sowieso. 2017 en 2018 was eigenlijk echt verschrikkelijk. Ja. Dan had je echt matchen dat je alleen het uitvak hoorde. Ja. ja. Dat was echt... Dat was... Eigenlijk gewoon hoe dat Jan Breidel nu is, zoals toen vind. Maar... <laughs> dat is, dat, als je daarover nadenkt, dan, dan komen we eigenlijk echt van ver. Ja. Dat was onmogelijk ook om te denken aan een sfeervak. Hmm. We hebben daar zo hard voor moeten. Dat is ook het grote verschil bij, bij vele andere clubs, waar de groepen al bestaan, waar de infrastructuur er eigenlijk al staat. Waar dat, uh, alles er al was voor, hoe zou ik het zeggen, voor een groep. Um, dan die eigenlijk gewoon, als je nu lid wordt, bijvoorbeeld, moet je erbij komen. Allee, er zijn bepaalde voorwaarden en dus zo verder, daar allemaal naast. Maar je moet er gewoon bij komen hmm. en alles is al geregeld voor u. Maar wij hebben de afgelopen jaren, en er zijn heel veel jongens, jonge hasten. Uh, die naar zoveel tijd hebben ingestoken. En waar die, die, we samen zoveel nog altijd voor aan het strijden zijn voor eigenlijk te groeien. Ja. We, we zijn, gewoon omdat we echt van nul komen, er waren mensen die neerzaten en die, mee, en die meezongen in 225 achter de goal vaak. Ja. ja, als dat je uw, uw kant moet zijn met de, met de fans die fanatiek zijn achter de goal. Ja, ja sorry, maar dan, dan, dan heb je als club wel ergens iets verkeerd gedaan. Dat is waar. En nu, we hebben ook, dus dat is een beetje het moeilijke, eh, ja, door een heel groot aantal stadionverboden bij de generatie 15 jaar ouder, is er nu eigenlijk niet echt een, een tussending geweest. Er is eigenlijk een soort van generatie overgeslaan van 10 jaar, waardoor dat de Tefkus heel erg hard zoeken was voor sfeer, ja. voor dingen. En we zijn gekomen in een heel andere clubcultuur eigenlijk, een heel andere manier van beleven die eigenlijk nog niet gekend was in het Gentse. Die, allee, het werd nog niet op die manier beleefd, eigenlijk. Um, ja, ik weet nog altijd als ik klein was, die sfeer in de land was, was soms heel erg zot. Ja. Omdat daar zo goed bleef weer galmen. Ja. Maar als je erover nadenkt, als je nu onze groep... Maar ja, ik denk vak 225 een vak van 800 man Laat we ons zijn dat er 500 man vaak meedoet. Als je die 500 man in de not zou zetten, had je wel een betere sfeer in de not dan dat het toen was. Want ja. me vele mensen romantiseren, maar in de not wat, hebben we ook heel veel match gehad. Dat het dood was, dat het gil ja, was. Inderdaad. Dat het koud was kuit, en er was niet veel te doen en het ging niet super. Uh, stond op een en vele stelig. mensen vergeten dat wel. De slecht is ook gewoon deels aan de infrastructuurzijde? Uh, ja, laten we zeggen. Dat, uh, het is geen stadion dat gemaakt is voor heel veel sfeer te maken. Maar nu toch wel... Allee, het is gesloten, dus het, het geluid blijft er toch wel mooi in gevangen. Ja, maar de, de brede trappen waar absoluut niemand mag opstaan... Ja. Vakker, ja, ja. De vakken dus ernaast die goed. verplicht moeten neerzetten. Ja. Die mensen zijn ook, allee, in het begin wouden ze daar rechts staan, maar ze hebben blijven zeggen dat je eerst neer moet, zitten, nee, moet waarom zitten. Waarom moeten ze dat doen? Ja, dat was stond ook in het reglement, eerst is je vrij, je moet verplicht zitten. En waarom dat is toch echt spekker, ja, Ik hè? weet echt niet wat, 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 wat de reden daarvan het al is. Je gaat dat ooit veranderen, denk ik. Ik heb dat ooit waarschijnlijk wel weten, maar ik heb dat verdrongen, denk ik. Van, nee. de, ja. Omdat dat mij zo frustreerde. En denk je dat dat ooit ja. gaat veranderen, dat ze dat laten rechts zijn? Ik hoop gewoon bijvoorbeeld een marsje zoals tegen Brugge. Dat je de vorige keer echt zag dat 225 echt te klein was ja. in zo'n match. Ja, ja. ja. Maar vorig jaar tegen keer we stond ja, de bom vol. Ook stond op het trappen, in, dan zelfs, stond hè? iedereen ook recht, denk ik, 224, ja. en 226 van ja, recht. Ik hoop dat we daar naartoe gaan en ja. dat er op termijn dat er een microsysteem kan komen. Uh, omdat bijvoorbeeld met de meafoon alleen niet meer te doen is. Dat je eigenlijk ja. een twee boxen creëert naar de beide ja. kanten. Ja. Dat bijvoorbeeld 224 en 226 ook recht staan en daar ook fanatieke jongens komen te zitten. Ja. Maar dat zijn. Ja, dat zijn dan zo dat zijn dingen waarover je dan droomt, waar ja, je ja. eigenlijk op termijn na jaren naartoe wil gaan. Hmm. Dat je een veel bredere eigenlijk, bouw hebt ja. van, van, van sfeer, mensen, om het zo te zeggen. Ja. Maar dat, dat, is, dat heeft tijd nodig. Ja. Toen, alleen, toen wij begonnen zijn, nu negen jaar geleden, dat is eigenlijk ongelooflijk als je daarover ja. al En nu zijn er echt veel al. Ja, we waren met acht. Allee, dat is zo. En ja, we, goed, hebben, we, ja. ja, we dan laten... zijn we eenmaal twee. Ja, ja dat, dat, is, dat is. Allee, ik moet dat zeggen? En er was ook niemand die ons. die, die zoals ons toen. sfeer wou maken. Dat was zot dat er mensen zelf vlaggen ja. maakten. Er uh, zijn jongens. Uh, die bij ons gewoon thuis. met een beamer zelf. Een stuk stof kochten in de winkel. met een beamer op hun muur thuis deden. Ja. tekenden. Ah, ja, ja. zelf verf kochten. en zelf de verf tegen de muur. Zo zijn wij begonnen. Ja. Ja. En nu is dan heel erg. ja. Heel erg georganiseerd en groter en gegroeid als groep. En, met en hoeveel zijn jullie nu? Uh, dat ga ik niet zeggen. Okay. <laughs> nee, dat maakt niet zoveel uit, maar alleszins is onze, onze, ons bereik is ook gigantisch gegroeid. Alleen door bij onze leeftijd ook. Gewoon als je rondloopt in de stad en zo. Um, en je zo eigenlijk gewoon puur vragen: Oké, ja, ik kom een gaan, keer gaan naar de match en al. Uh, en mensen sneller ja willen zijn omdat er vaak wel iets allez, als ze zo in onze buurt zijn is het leuker om een keer te gaan ja. en dan moet ja, dan je naartoe gaan ja. en het volgende moet zijn dat iedereen wil meedoen die komt en dat er eigenlijk een certitude wordt van iedereen die daar in de buurt staat toe mee ja, maar dat, maar dat we... is nu niet niet altijd het geval hè? Ja, maar ik gewoon... een... dat is eigenlijk die twee strijden nog. De mensen, ja. bijvoorbeeld, als we zo'n Piro doen en zo. Uh, de heleboel mensen in Gent denken nog altijd dat dat helemaal niet bij voetbal hoort ook. Ja. Ook ja. omdat dat enorm wordt gepusht vanuit de club. Uh, Daar wordt bij iedereen wel zo'n beetje gezegd. van Club ja, en die... media ook gewoon, hè? Ja, ja de media ja. ook, maar ja, ik weet niet of je bijvoorbeeld Bruggen hebt gezien. Uh, in Argus. Ja. Ja, ik heb er niet superveel van de, in de media ja. over gelezen. Maar ik, 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 ik heb het ook gezegd tegen ja. jullie: de krant is echt gewoon. Als je iets goed doet, staat het er niet in. Als je iets slecht doet, de koppen staan vol. Ja, maar. Ja, <laughs> en bij club, bij club is het andersom. Maar ik denk ook. Allee, daar in Aarhus was ook wel een, een uh, uitmatch. Dat hoort ja, ook, maar dan dan, dan hoort er nog altijd in. Dan nog doen we altijd. Dan nog, ja. Pier, Of dat dat wijs of vet is. Dat ja. maakt eigenlijk niet zoveel uit. En als, als je het op een veilige manier doet, uh, waarom is het soms. Ja, Gevaarlijker vind ik zelf een te groot woord. Eigenlijk. Maar waarom is het minder... Waarom kan het een risico zijn? Ja, het is gewoon puur als je dat op die manier verbiedt en zo streng daarop zijt. Ik zeg niet dat je dat moet toelaten, daarom. Want dat is ook vaak wat dat heel veel jongeren leuk vinden, dat het niet mag ja. eigenlijk. Maar het ding is gewoon, ja je pusht dat zelf. Hè. Ja. Op die manier, als je op die Allee, Gevaarlijke situaties pusht je een beetje, omdat mensen zodanig niet willen herkend worden. Als ze geen 2000 euro wil... Maar ze, ze we hebben wel nog altijd de waarde van: kijk, als we willen dat veilig doen en we willen gewoon een sfeer maken en dat een extra geven. En ja. Ja, in, ja, in België wordt dat enorm gecriminaliseerd, een ja. beetje, als je dat doet. Maar ik denk, ik denk ook dat, we, dat, dat er wel een verschil is. Want je zei bijvoorbeeld net van: het, het publiek is daar een beetje moeilijk mee. Maar vorig jaar bijvoorbeeld waren er wel wat vuurpijlen ja, op, het op het veld, veld beland. Nee, maar dat is ook binnen. En dan, allee, dan snap ik wel de opinie van. We hebben, we hebben waarden en normen in onze groep die we hanteren en dat hoorde er echt niet bij. Dat was ook niet de bedoeling ja. en we weten ook niet waar dat precies in het begin vandaan kwam. Dus iemand die mij niet wou raken, die daarmee is begonnen. Ja. Dus we net op het veld, niet op het veld, maar zo in de rand. Ja. Dan nog iemand die mij eh, niet, wou niet wou raken. En dan weten we niet wat er eigenlijk is gebeurd. En de anderen dachten dan ineens ja, bij de goal, moesten ja. weggooien. En, want de bedoeling was eigenlijk, is eigenlijk nooit om dat op een plein te gooien. Dat, en dat is ook duidelijk achteraf gecommuniceerd. Dus bij deze ook, en met andere supporters dan is het zeker dat we ook wel weten dat, ja, ja. dat dat nooit onze bedoeling is geweest. En, Sommigen waren ook van ja, nog die en zo, en nog die vond hij eigenlijk superleuk. Ja, want het is op zijn Instagram geplaatst. Ja, ja, ja. Om, om spelers, hè. ja. ja. ja dat ja, moet je kunnen, je ook, ja. kunnen ze ook. Ja, ik denk dat veel spelers dat gewoon een motivatie Tuurlijk, geeft. Ja. Maar ik denk, ja. ik denk ook andersom: als je hebt dat wel staat, en zelfs de, als de uitploeg dat doet, ik zou, ik zou ook denken van ja, santé, man. Ja. Ja, zo zo'n <laughs> Kijk een keer uh, wat shot. Ik heb iets op, op Jordan zijn verhaal gezien, of zo, weet je dat je zo vragen kunt stellen, dat beantwoordt. Ja. Het was, het was allemaal in thuis, maar ik kon het nog een klein beetje verstaan. En er was iemand die vroeg, wat vind je van Piro? En uh, hij antwoordde, ja, super cool, maar het stinkt wel zeg. <laughs> <laughs> maar dat is ja niet, ik denk dat veel spelers ook al... Dat ruikt goed. Oké, hoe snijden het vervolgens ook? Maar hij <laughs> nou, die vond dat niet erg, maar dat werd toch echt naast hem gehooid? Ongeveer? Ja, maar dat wil niet zeggen ja. dat het erg vindt. Ja. Nee, maar ik kan me toch like, niet voorstellen dat... Ja, nou, maar nu, hij stond ja. wel ver genoeg. Hij was van al aan Piro. het vieren en hij draaide hem om toen dat hij eigenlijk eindelijk ja. werd. Dus ja. hij was echt zo aan het kijken van... Ja. Waar komt dat hier allemaal? Ja. Maar, ja, ik kan me voorstellen dat die Piro zelf cool vindt. Ik dat dat denk zelf dat nou. hij ook wel echt beseft dat dat. Niet de bedoeling het was. Ja. Ja. Goed, nee, eigenlijk zit ja. hij zo dat ik mezelf moet oppakken. zijn is handschoen ja. en verder. Dat was, was ook gewoon zo'n epic moment. Maar die foto's dus. zijn ook echt fenomenaal. Ja, ja, ja. Die foto's ja. Van, ja. Dat Kuiper zo, allee, zo op dat zijn Dat is een met z'n Ja, en dan ja. met de achtergrond. Ik vind ja. dat echt de beste foto. En ook gewoon dat ze zo teruglopen naar een kant. Om en rug naar de camera en op de achtergrond al die rode gloed. Misschien zou het nog cooler geweest zijn als er aan die kant werd gescoord. Ja. Allemaal, ja ja, misschien maar, wel, want dat is ja. gaan vieren zo bij de supporters. Ja, ik vond het juist jammer dat er heel erg hard werd gereageerd. Ja. Ik, ik snap wel dat ja. er wordt gereageerd daarop, als je daar niet voor Maar je eigen harde kan, die eigenlijk, met, met alle respect, als, ja, samen met de fanatieken die ook vaak uit en thuis gaat maar die er bijna als enige elke, elke week 90 minuten staat en mm -hmm. 90 minuten zingt. Ja, dat vind ik dat. Ja, ik ik heb heel veel wilt. matchen gezien dan als wij er niet zouden zijn. Uh, ik, ik heb super veel respect voor iedereen die een Genthard toedraagt. Maar als we heel objectief dat gewoon bekijken. Niet vanuit mijn ooghoek of vanuit een ander. Maar als we objectief gaan bekijken. En als we er niet waren. zou het ook vaak echt dood geweest ja. zijn. Ja, zeker. Mm. Um, zeker het Europees. Om het stond bijvoorbeeld voorbeeld. Heeft de Chambre ook 6000 man. Ja. 6400 man denk dat ik. Zo ja. Dat was dat maar zo weinig? Ja. Dat was. Dat is iets meer dan een vierde. Amai. Ja. <laughs> ja. Ja, dat was... En, ja, ik denk toen dat zat er veel ons mensen vak wel dan dan nog dat. goed vol. Hmm. Maar de rest van Zoals was altijd en de, Ja, en dat dat dat, zo, we wel. hebben het 19 ja. minuten gezongen en toen zei hij ook van ja... We moet echt wel respect doen, van ja... Bedankt als degene die er toe, waren. Hij zijn ja. er wel echt voor gaan en dan moet ik echt wel zeggen bedankt en zo. Maar hij heeft daarvoor, ik denk, drie, vier keer gezegd ja. dat hij zei ja, er was niet super veel maar degene die er waren, moet ik echt bedanken. En dat is eigenlijk, ja, het belangrijkste. Um, de, de, dat bedoel ik een beetje gewoon. Van, dat ik wel jammer vond. Ten eerste zat er 20.000 man en de mensen die twee keer in het jaar komen waren aan het feiten. Ja. He. Niet allemaal, er zijn ook veel die er veel komen. Ja. Maar dan, dan denk ik wel. Ja. Dat fluiten had er niet bij moeten. Je nee. ja, ja, mocht ja. boos zijn, maar als ja, we daarna als, ja, als ja. beginnen met liedjes te zingen en je zit daaruit te fluiten, dat we beginnen met zingen, ja. ja. dan nou denk ik van. Op. Ik snap al dat mensen kwaad zijn met dat Piero dat op dat veld en zo, maar... Maar ik ook, want ja. ik was zelf ook bles ja, toen. Ja. ik dacht ook van... Toen ik, ik echt rot, van... Ik, 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 maar wij stonden toen op die, op die trappen... Eh, nee, ja, ik, was, ik, was, ik ken was ik nog niet, ja. Dus uh, wij, met, met Niels en Jonas erbij, we stonden op die trappen, ook redelijk van voor. Ja. En ik zag die Piero van, ah, oké, okay, cool hé, sfeer. Hmm. En ik keer zag ik die op dat val belanden van, hé. Ja, tuurlijk. Nou, ja. Wat doen die nu? <laughs> ik dacht, ja... Maar ook vanuit de club, daarna werd er zelfs een hele persconferentie georganiseerd. Ja, dat doen ze ja. toch. Niet, niet bij maar eigenlijk Maar je zegt, ze willen de beste zijn van de klas. Geen enkel ja, ander klopt het er... ook. Omdat we hebben beelden getoond, dat zeven minuten lang die van Bruggen beneden stonden bijvoorbeeld bij het familievak. Zeven minuten lang ja. dat we berichten kregen van dat er bekers met pis werden gesmeten ja. naar kinderen en al. Hm. En toen pas zijn de jongens naar de overkant gegaan. Ja. En dan lees je daar niks over. Ja, dat is waar. Is en, ook geval. Bijvoorbeeld toen dan de jongens stonden. Um, dat is wel gedeeld geweest um, mm -hmm. op Twitter en ook in de krant gestaan, omdat mensen ja, waarschijnlijk dat hebben gezien gewoon op Twitter, een of andere journalist, um, dat er ook racistische gezangen waren. Um, ik weet nu niet meer precies wat dat, dat was. Uh -huh. Zo naar, 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 naar Turkse jongens, om het zo te zeggen, um, die daar uh, aanwezig waren. Mm. Moet ik zeggen, dat was uh, heel... Heel weinig omtrent te ja. zeggen. En dan, dan, dan... dan, dan, dan wordt ze ook niet gestraft door de voetbalbond, terwijl allez, normaal gezien, als je racistisch maar zingt, krijg je... Een dat, maakt ja. mij allemaal, dat maakt mij allemaal nog niet zo uit, maar daar heeft Gent eigenlijk ik moet dat zeggen, geen rol in te vertolken. Ze moeten natuurlijk wel altijd een antwoord geven aan de media. Uh -huh. Dat is normaal, omdat dat je rol als club is en omdat dat wordt verwacht van je. Uh, maar ik ga eerlijk zijn. In die moment dacht ik wel, is niet 100 procent eerlijk. Ja. Ze, ze gaan ons niet snel verdedigen om het zo te zeggen, ja, want ze right. konden echt gemakkelijk gezegd hebben dat het een reactie op was, maar ja, dat, dat ook gewoon opgepald. echt objectief was. Ja. 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 Dan ik weet nog de dag na, ik, ik zeg niet dat als ik moet kijken. verdedigen, ja. Ja. maar je moet wel objectief. Ja. Ja, ik weet nog de dag na dat ik naar nieuws te kijken en daar was al heel tijd ja, over ah, alles ah, dan, over gent heeft uh, dit misdaan Uel, en dat. dat gent zijn uit uit het vak maar ja. dan kunnen ze echt niks over wat dan die clubsupporten. En als je ook je nadenkt Waarom zouden die ultras naar daar gaan als er daar niks te doen is? Okay, er ja. moet iets gebeurd zijn waardoor die naar daar gaan. Ik ja, ja. denk dat het simpelste mens dat ja. weet. Ik kan dan... je ook gezien dat dat gewoon een reactie was op wat die clubs kregen. Ja, voilà. Je zag ineens ja. heel duidelijk aan de overkant dat er een bepaalde golf was. Ja, 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 van voilà. een, een vijftigtal man in het rijtvak die ineens ja. bom, tegen die, tegen die ja. hek... Allee, tien. Voilà. Ja. Maar dat is niet toen het nieuws, natuurlijk. Nee, ik ja, dan de indruk dat gewoon. Dat ook even en toen ja. is er pas beslist, van, als het even duurde van ja, we zijn daar, want ja. Ja, als dan binnen berichten binnenkrijgt. Natuurlijk, ook mensen, Iedereen kent, kent iedereen ook, dan mensen, dan. Iedereen ken ook mensen die aan de overkant zitten. Als ze ja. dan berichten binnensturen van ja, uh, ze zitten niet bak pizza en al over ons te gooien. Ja, ja tuurlijk. Nou, ja, dan, dan was eigenlijk uh, de bedoeling van de jongens om het familievak te verdedigen. Ik heb ook ja. alleen gehoord van de mama die mij tegenkwam van ja, bedankt. Want er is iemand drie keer bij mijn zoon gekomen, voor het zijn dat hij schrik moet hebben. Dat is eigenlijk goed komen voor hem te verdedigen. Ja, dat is mooi toch. Maar ja, dan zie ik dat wel. Dat, dat, ik weet gewoon dat dat niet gaat getoond worden. Ja. Uh, ook ik denk van moest er effectief, moesten moest we willen dat er meer gebeurde, dat er meer gebeurde om het zo te zeggen. Ja, tuurlijk. Ja, ik stond we daar en viel het wel goed mee, hè, om zo te ja, ge, 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 Inderdaad, dus je echt, als je daar echt bent om elkaar iets aan te doen, te zijn, waren er veel meer mogelijkheden om ja. enkel tegen dat glas te gaan kloppen en te slaan. En... Ja, je krijgt gewoon ja. indruk in de media en zelfs gewoon de modale gent supporter ook van dat dat gewoon de gent was zijn die wilden gaan zoeken ja. daar. Ja, het enige zo dat belangrijk. ik wil vragen aan mensen is om objectief te blijven als je ja. zoiets... En echt, even na te denken en niet alles te direct te geloven. Ja. Zeker als je niet zelf in het stadion wordt. Ja. als we zelf ja, niet zien wat ja. er is gebeurd. Ja en ook oh. gewoon om, om moet dat zeggen. Ik vind dat de reactie van bijvoorbeeld dat er eigenlijk na de match is gebeurd van de mensen die aanwezig nou waren eigenlijk ja. meeviel. Hm. Want op zich heeft niemand daar eigenlijk echt over zitten klaar. Ja. Vooral dan match omdat iedereen ook wel zag van wat er gebeurde. was ja, een beetje. Inderdaad. Dus daar zeg ik ook al genoeg. Maar, maar als de club daar zelf nooit aan heeft dan jammer. Ik zat gewoon zo samen want Het kan niet, ja. kan niet veel anders zijn. Oké. Okay. Ja. Ik Kan nog één vraagje. Dat was van doe jou, Jan hij vroeg van ja, welke supporters vind jij de beste van België? Ah, ja, precies. En waarom? Ja. Ja. <laughs> ja. Gent niet meerekent? Van ja. België? Ja. Nee. Op vlak van sfeer en weet ik veel. Nou, Mocht Gent Ach, wel meerekenen, zou ik zeggen. Ja, maar ja, ja. Het is ook ja. nee, ook zo qua. Zijn... Nee, ik vind niemand, moet dat zeggen. Ik kan niet zeggen, die zijn de beste of dat zijn de beste. Of gewoon Misschien, omdat, omdat misschien niet... naar Europa. Omdat dat, ja, omdat dat niet in mijn aard ligt om anderen zo te verheerlijken of zo. Maar er zijn groepen die een goed werk doen. Uh -huh. Dat is sowieso. Ja, moeilijk, standaard kan moeilijk zijn. ofzo of zo? Ja, het kan moeilijk zijn bijvoorbeeld, die groepen als Standaar, als, standaard, als Genk, als ook bij Anderlecht uh, bijvoorbeeld, Cellwouw eigenlijk ook, um, bij Antwerpen ook. Allee, dan, dan er wel gewoon groepen heel erg goed werk, doen. Um, ja, maar één groep of zo, dat ga ik ja. niet zeggen. En in, nee. of, of, of zo'n club dat je zegt van die sfeer daar vind ik wel echt fenomenaal. Goh, ja, er zijn er veel. In elk land zijn er wel een stuk of drie of vier. Cultuur, de cultuur is enorm, enorm veel groter in vele mm. landen dan bij ons. Wij zijn in België met heel kleine groepen vergeleken met onze buurlanden. Ja. Dat is, als je kijkt naar de rest van Europa, dat is ongelooflijk. Vaak zeggen mensen dat dat dan ook samen ligt met bijvoorbeeld... Uh, hoe zou ik het zeggen? Uh, mensen die bijvoorbeeld wat, wat minder zou ik het zeggen, breed hebben in het leven. Ja. en Zo worden diever uh, relaties vaak gemaakt. Dat is echt niet waar, want er zijn heel erg veel, heel erg deftige landen en heel erg deftige mensen die er heel erg toegeweid toe zijn om een heel mooi verhaal te maken van een ja, ja. groep. Uh, in Frankrijk staat dat nog verder, in Duitsland staat dat heel ver, met de 50 plus 1 regel, bijvoorbeeld. Uh -huh. als het gaat om, ja, ja, ja. Nee, weet wel, om een, een beleid en zo verder, omdat ze zij ook een zeg hebben en ja. alles. Dus in Duitsland hebben supporters heel veel. Yeah. Uh, er zijn twee clubs die in Duitsland. In Duitsland is er gewoon een hele goede cohesie en wordt daar heel erg hard um, op gehamerd om dat te bewaren. Ik um, ben gisteren naar Rotwijs Essen bijvoorbeeld geweest, in Münster, gewoon puur um, als voetballiefhebber. Hmm. 18.800 man of zoiets in het stadion. Derde klasse, een derde klasse land. Een derde klasse in Duitsland. Um, ja. Iets meer dan 1000 uitvans. De, de, 30 minuten lang is er vier geweest. Mooi. Door het uitvak. Er zijn spullen in brand gestoken van elkaars groepen, uh, alles op en eraan. <laughs> en er was geen één fluitje te horen. Het hele stadion deed non-stop mee. Ja, dat is echt gewoon een andere cultuur. Dat is, dan is, is mooi. En top. dat is nogthans Niver Essen. Ja. Ja, dat is uh, van, vanuit Genk 45 minuten met nuiten, denk ja, ik, naar ja, Duitsland. Ja, ja. Zoiets. Dat ja. Duitsland. zoiets ja. Van Bij ons uh, twee uur en 45 minuten zoiets. Dat is wat toch, klopt. Dus, ja, er zijn on ongelooflijk veel, maar ik heb, als ik moet kiezen voor Dynamo Driesen, uh -huh. denk ik. moet reizen, Lans. Ja, Lans ja, heeft ook wel een gekke sfeer, als ja. je daar beelden van ziet. Of gewoon ja. wedstrijden. Ja, omdat die ook uh, staanplaatsen hebben langs de drie kanten. De Stupionkop is de lange zijde, ja. uh, maar niet zoals bij Anderlecht. Nee, meer je... één kant, echt de volledige zijde doen mee. En nu hebben ze achter de golde ook echt een capo gezet. Ja, ja, dus nu ja. is het eigenlijk ja, nog de wol. Om het zo te zeggen. Ja. We ja. kunnen toch alleen maar van dromen bij ons. Ja, maar ik vind wel bij Gent, welke wedstrijd je ook kijkt, als het thuis, of, thuis, of, thuis allee, of, uh, of uit is, thuis of huis, op tv hoor je wel altijd de Gent-fans. Dat vind ik dan wel. Ja, Bijvoorbeeld, nou. Als ik, als ik ook... dan andere Belgische clubs kijk, ja. hoor je... Um, dat, is, dat is misschien dat ook een antwoord minder. op die vragen. Dat hoorden we vroeger niet. Ja, ik ja. kan dat net zeggen ook. Vroeger had dat veel minder. Vroeger had je echt soms ja. dat vijf minuten stil was. Ja. Ja. Nu is het eigenlijk... Zelfs het thuismatje, In de Gelamco vind ik het ook. Het is daar... Nooit stil. Ja, Zelfs faillietje veranderen. Ik denk is. dat mensen echt onderschatten hoe hard dat we daar soms voor moeten werken. Allee, ik praat nu zo altijd met ons en zo, maar er zijn ook heel veel andere jongens die, die niet zo in de picture lopen als ik soms. Uh -huh. Die eigenlijk echt fantastisch werk doen en die echt heel veel um, uren daaraan slijten en die echt. Je kunt dat je eigenlijk niet voorstellen hoeveel jaren dat wij al aan het zagen, klagen en duwen zijn voor telkens 1 centimeter vooruit te ja. gaan. Ja, ja, ja. En dat is uiteindelijk puur het pas, hij verdient er toch niks aan? Nee, nee, niks. Ja, nee. Nee. nee, heel veel geld dan kwijt. Ja, ja vlaag. Voilà. Ja. Uitge jaar. dat is echt, dat is echt van, het schandaal wat ik op mijn leeftijd aangeef. Ja, ja dat, was, dat was tussen 4 en 5000 euro voor één jaar. Wat is het? Tussen 4 en 5000 euro op één jaar. Ja, maar, maar ja, toen ook met vier Europese uitmatsen. Alle uitmatchen ook gedaan in België. Ja. 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 ja, ik denk dat ja, veel mensen. En, en dat soms afvragen van, van waar al, ja. al die gasten dat geldt om echt elke uitmatch. Elke Inzamelingen. Ja. Heel veel jongens van ons werken ook heel veel. Ja. En dan vooral voor. En dat. passen echt ook hun leven aan om, om dat allemaal te kunnen doen. Hm. Ja. Dat wordt wel echt onderschat, denk ik, door vele. Ze zeggen vaak van, ja, die hebben ze gewerkt, zeker. En ze ja, nee, denken het is juist een, het, een ja, het verwerkt, wel. Wij, wij, wij werken heel veel juist om dat allemaal te kunnen doen. En, ja, ja, ja. en heel veel komt uit de eigen zak. En daarmee dat wij ook vaak vragen voor, voor een beetje extra's. Ja, um, een like, voor sporten, voor ja. de matchen die eraan komen, we willen elk jaar meer doen. Dit jaar gaan we weer wat meer doen dan vorig jaar. En zo willen we elk jaar iets meer doen. Ja. Uh, iets meer tyfus, iets meer acties, iets meer ja. verschillende soorten zaken om iedereen een heel tuin te proberen mee te trekken. Maar daar, het is zoals alles in het, in het leven, hebt daar geld voor nodig Is het doel behaald? Want in het begin van het seizoen was er een doel opgesteld. Ik denk 30.000 euro om in te zamelen. Maar nee, 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 nee. Is het, of hoeveel was het toen? 3.000 euro. Van de Armanda, ja. denk ik. Uh, van van Armanda, Armanda. Ja. Ja. Is het is het gehaald? Het doel? Uh. Ik Moet niet zeggen hoeveel, maar. Die <laughs> mogen wel zijn. Hè. Hè? <laughs> uh, ik weet niet precies, precies hoeveel dat is. het is. Yeah. Het zal normaal zijn. Maar was het verwacht? Als je het verwacht zoveel? Of? Veel is dat eigenlijk niet, als ik eerlijk mag zijn. Yeah. Want als je kijkt naar kleinere clubs als die Graafschap in Nederland, waar er 10.000 man binnen kan, hebben ze 18.000 euro en zo binnen gehaald oh. of zo. Ja. Die mannen doen dan ook gezellige acties. Ja. Uh, dus dat bouwt op, dat is een beetje een twee-dingen. Ja, uh, als je ziet wat ze kunnen doen, hebben ze misschien ja. nog wat meer geld ja. kunnen geven. Ja, wat er we wel hoopt, voor, naar voren ja, voor die tyfo West hm. tm bijvoorbeeld en zo. Ja, also, groot dat is een grote en een mooie. Ja. Ja, wel, ja. <laughs> Ja, Hoe een... lang hebben jullie daar aan gezeten, aan die tyfoe? Dat was gigantisch, man. Ja, dat is nog zo'n zo ding. Hè. Mensen die werken die s'avonds, ja. die, die soms de nacht en door doen, dan weer gaan werken gewoon voor die tifo af te krijgen. Echt, echt gek, want ik zat te denken, was die tyfo echt gemaakt voor tegenwedstrijd, of had je die tyfo gemaakt voor een voetbalwedstrijd? Ja, nee, voor tegenwedstrijd. dat was specifiek dus... voor, voor een bepaalde match gemaakt, dat, dus dat wordt ook echt onderschat hoeveel... Ja, maar, en wat dat allemaal zeg, moet voldoen ik, ja. tegen dat dat mag, want de brandweer, de politie, ja. uh, de club zelf wil dat zien. Um, en dan begint. je bent eerst met alles te maken en zo. Dat zijn allemaal jongens. Kijk, dat, ik, ik, mij, mij zien ze vaak in het stadion. Ja. En daardoor ben ik een beetje het gezicht. Maar dat zijn helemaal andere jongens die het allemaal leven voor elkaar krijgen. Uh, dus dat is misschien bij deze wel zo'n mooi moment om er ook allee, dat wel een keer recht te zeggen. Want ja, ja. Like nu uh, voor tegenbruggen zal er zo. Allee, het er altijd, je weet dat, dat er altijd wel iets is. Dat, er altijd wel iets is. Uh, ja. en dat wordt dan dan weer fantastisch allee, geregeld en zo door hun. En eigenlijk al bijna een machine. Als ja, ja. een machine dat dat, dat dat gaat. En dat is eigenlijk echt zot, want als je ziet van waar dat wij komen. Ja. ja. Met onze acht man met een biemerketen in de muur. <laughs> ja, ja, dat is wel echt. Dat is uh, mooi. Ja, de, en niemand heeft het ons voortdoen toen dat moest. We hebben het allemaal zelf gedaan. En, ja. Dus het is het is ook nog zo blijven groeien. Sowieso. Ja, veel respect mooi. Veel respect, respect voor de ultra's. Ja. Um, maar ja, gewoon voor alle fanatiek, want er zijn ook allee, en zo, en, en, ja, 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 al banlieue en, ja, ja. en zo. Ja, gewoon alle sporten in het algemeen die goed meedoen en zo. Een shout-out ja. naar jullie allemaal. Ja. Voilà. ja. En ook wat tijd gewoon, daar vroeg ik me gewoon af. Veel mensen hebben een job of veel mensen studeren of wat dan ook. Hoeveel tijd steken daar zo gemiddeld in uh, per dag of per week ja. in, in die sfeer? Is dat groepen? een aflossysteem? Is dat een planning? Zet jij ja. je naam op welke dag jij kunt en we kijken nu dat we het doen? Uh, of is dat gewoon, ga, als ik, als en, als gewoon een ga? Dat is gewoon mijn oproep binnen de vertrouwde personen, groepen. Ja. Uh, want er is ook geen dat er niks lekt. Ja, dat moet dat zijn. Uh, er wordt over alles nagedacht. Ja. En er zijn heel veel regels en heel veel zaken waarin je binnen de lijnen moet lopen. En mensen onderschatten dat soms, zien het soms wel een beetje als een uh, krapule of zo. Ja. Maar er zijn heel vaak mensen die hoog studeren, die echt 30 studies hebben gedaan, die een 30-job hebben en zo. En de waarden en normen die eigenlijk vroeger heel belangrijk waren, die soms nu een beetje mankeren in het leven, die nu wel echt hoog in het vaandel worden gedragen. Yeah. Ondanks wat daar veel mensen denken of als ons zien of dingen en zo. Maar er zijn heel veel verschillende karakters en toch loopt dat in één lijn. Yeah. En ik denk dat mensen daar niet echt bij stilstaan. Waarom dat dat in één lijn blijft lopen of waarom dat die groep samenhangt of waarom. Ik denk dat dat wel een beetje wordt onderschat soms. Dat dat, er wordt heel veel gewerkt aan. En de waarden, normen en dingen. Te laten lopen zoals ze lopen, ja, ja. om het zo te zijn. En uh, bij u dan, hoeveel tijd steken daarin? Per week of zo, per dag. Er zijn jongens die er meer tijd in steken, omdat ik bijvoorbeeld niet bezig ben met, met het uittekenen van tyfus uh, op de computer, met wijze van spreken. Dat is nu een simpel voorbeeld, of met t-shirts of met Je uh, um, weet al, als je ja, ja. Al verkopen en zo. Ja. Daar ben ik niet zo, niet zo goed in. Uh, ik heb wel vaak ideeën. Maar je moet er wel gewoon hebben die dat echt... Je moet kunnen uitvoeren. uitvoeren. Ja. ja, die uitvoeren en die dat ook echt op papier kunnen zetten. Ja. En die bijvoorbeeld een offerte gaan aanvragen. En ja. die, die bestelling regelen, maken dat hij in orde komt. En dat, allez. Eigenlijk Zodat is het is dat bijna een fulltime full job, zou je kunnen zeggen. Ja, dat wordt wel echt... Uh, ja, eigenlijk, als je in de tijd hierin zou kunnen steken, zou je echt even gewoon je eigen zak kunnen steken, al dat geld. Ja. Maar ja, ja. Dus, uh, het is, het is allemaal... Pas, ja, het is ons doel eigenlijk gewoon puur om heel Gent samen te brengen, en daarmee van Gent voor voorgaan, Gent, ja, ja. om eigenlijk buurten, alle jongens gewoon echt aan te moedigen om, om zo, ja, wat van rechts en u, u zelf moet dat zeggen, wat in te zetten gewoon voor, voor de club en meer te supporten, minder te eisen zo'n beetje. ja, oké, okay. is cool. mooi. oké, okay, dan uh, enkel nog onze pronostiek, en dan zitten we op uh, twee uur, Mark. we zijn net twee uur voorbij gegaan. Oh. Tibo. De pronostiek pronostiekvertegenwoordiger. We, we zullen we iets speciaals Oeh. doen? Als we deze juist hebben, uh, koop je een, sh koop een shirtje. Een shirt? Wow, jongen. Ik vind <laughs> dat wel een goeie. Samenleggen. hè? Ja, tuurlijk, tuurlijk. Ja, ja. Niet allemaal in shirt. Maar ja, he. Niels en Jonas zijn mee akkoord zijn. Want ja, uh, vorige keer... Want ze zijn er niet bij. Je het niet vragen, hè. <laughs> uh, nee, gewoon iets ja. van een... Voor mij vlug. is dat goed. Ja, voor mij ook. Het hoeft niet nu meteen te zijn, of zo. iets van onze ja ik Ja, ik zeggen dat sponsoren sponsoring maar dat is vanaf de maand vanaf eind september dan, uh, dan is alles ervoor terug de shop te openen ah, okay. ah, ja, okay. dan is het goed en als, en als jij de pro ja, uh, de promo juist hebt dan krijgt hij van ons uh, ja oké. <laughs> we hebben niks. Vanaf, vanaf vanaf dat we bbb shirtjes hebben krijgt hij bbb shirtje hier <laughs> was stickers en een pintje dat is ook zeker goed, ja, sowieso ja. Um, maar nee, Hoog. pronostiek. Goh. Oh, moeilijk. Ik ga gewoon droge. Heet, droge is dat niet, maar. 2-1. Ik vroeg echt ja. niet zo'n 0-4 of zo'n nee, droge 0-4. Gewoon 0-4. 2-1 goalscorers. Goh, dat is zo moeilijk. De Saar, afstandsschotje. Ja. En, ehm. Um, uh, Allee. Een keer goed denken. Wat dan heb je? Elke ding een verdediger zeggen: ja. ja. Kandus, kopbal op corner. Ja. Hintel? Ik ga eentje 0 zijn en denk dat Kuipers gaat scoren. Echt in de toegevoegde tijd of zo. Okay. Goh, stel je voor. Oh. Ik, uh, <laughs> <laughs> ik denk uh, dat er niet. Ja. Zo kun je ermee dan, dan wel ineens in het stadion zitten. <laughs> <laughs> doe maar niet, hè? doe maar niet. <laughs> We missen wel. <dat. laughs> uh, Anders spurt ik naar binnen. <laughs> Uh. Doe ik er zot? Mijn voetbalgevoel is altijd juist de laatste tijd. Dus ik heb echt het gevoel dat we gaan winnen. En ik denk echt... Jinx dan niet. Nee, maar het is toch echt zo wel. Dat mijn ja, voetbalgevoel dat wel... echt wel ja. gewoon altijd klopt. Ja. En ik denk 4-1. Ik denk twee keer Orban, Kuipers en Kums. Easy win. <laughs> Al, nu lachen jullie, maar wacht Vier dat dat zo is. is. Oh, ja, nee, ik ga blij zijn als we niet verliezen. Nee. Zo, zeg maar me goed, de mentaliteit van niet verliezen op ons veld. Ja. Dus eigenlijk ben ik blij met alles dat niet verliezen is. Want zo één specifieke vind ik echt moeilijk. Dat is altijd moeilijk. Waarom is het een pronostiek? Ik denk 2-2. Ik denk punt. dat het echt zo hard bevolkt gaan zijn. Nou. Oké, okay. dat heeft echt een uh, serieus niveau aan zijn. Het van het kampioenjaar dat er ook op en neer, ga, dan dan op op en neer gaan, gaan, omdat beide coaches dat voetbal hebben gebracht. Ook. Dus ja. uh, scoren dus, um, en Tissudali. Tissudali. Oké. Okay. 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 Ja, dan gaan we hier afsluiten, zeker. Ik wil nog ja. even een, een shout-out doen naar alle fans, ook naar iedereen van uw team. Bedankt ja. voor alles te doen wat jullie al gedaan hebben. Bedankt en alles wat jullie ja, nog gaan dat. doen. Iedereen die zich inzet voor uh, haar, uh, 200% handen. respect. Hè. Echt. Ja. De beste die er zijn. Uh, en zoals Gauthier zegt, op de, wees er op tijd bij zondag. Ja. Zing de longen uit jullie lijf. Er komt wel nog een bericht voor. welk ja. uur precies. Ja, kijk. Maar als je niet zegt dat dat dan het niet goed ja. Wij zeggen <laughs> het ook als BBB. Als je zijn nog de... kunt babbelen en match, over dat de match was, dan. Uh... <laughs> ik wil eigenlijk ja. heel, 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 ik... heel stil zwart-witteren. <laughs> <laughs> ik, uh, ik heb wel. Allee, het is nu weer. Ja, eigenlijk is dit nu weer het eerste jaar dat ik weer een abonn abonnement heb, sinds dat mijn opa is gestorven. Hmm. Uh, en in het begin dat ik met jullie meeging, was mijn stem echt gewoon weg. Ja. Maar echt weg, weg. Omdat had dat dan niet meer gewoon Omdat was. ik dat niet gewoon En nu is ja. dat zo... is er nog, maar is is gewoon nog zo'n beetje krokant. Maar, ik, echt, <laughs> mijn stem is wel of zo aan het trainen op die weekend. Ik krijg die vraag ook vaak. Maar je kunt dat precies trainen. Hè? Oh, ja, ja, ja. ja. ja maar dat, dat, dat is maar je stem wordt dan gewoon... Ja. Ja. En, ja, als het ja. terugkomt, dan het misschien ook in het begin. Ja, maar... ja ja, zou wel kunnen. <laughs> Door <in> de micro... <laughs> ik speel zelf ook voetbal, dus ik roep nog veel op het ja, Oké, okay. ja. Okay. Okay, ja, goed. Moet er iemand iets kwijt? Uh, ik weet het niet, ja. Ik niet. Niemand te bedanken, iemand gelukkige verjaardag wensen. Gelukkig <laughs> Het enige dat we moeten hopen is dat we niet zo lang gaan spelen uh, donderdag. <laughs> ja. Ja. Twee uur en vier minuten. Ja, het wel zijn dat extra is een extra, extra, tijd, extra, extra, uh, uh, extra uh, lange aflevering. Ja, wel twee uur. Omdat Goetje er is. Voilà. Ja. Voor de 20e aflevering ook. Ja. Ja, voilà. Oké, okay, goed. Merci, Jentel. Merci, Cédric. Merci, Gauthier. En uh, dan zijn we volgende week terug met de 21 ste aflevering van Blue eyed Breakdown. Yes. Salut. Jo